Hoe groot is Jonas Vingegaard? Ik zou toch zeggen 20, 30 centimeter kleiner. Ja, dat is een probleem. ik kende Mathieu eigenlijk beter dan Wout. Van vroeger, hè. Ja. Ja. Momenteel vind ik dat nog heel confronterend om op een pop te gaan oefenen. Ja, terwijl dat je weet van... Terwijl ik weet dat ze zo mijn leven gered hebben. En ik hoor zo in de verte zo... Hello, this is the arrogant prick from Switzerland. En ik zeg zo, hè? Dat is onwaarschijnlijk, hè? Dat gebeurt in fictiereeksen, zie je dat niet gebeuren. Ja, als je een boek wilt schrijven, kun je niet verzinnen. Ik denk ook wel dat als je topsporter wilt zijn en je wilt aan een top blijven staan, dat je af en toe echt een keer... Ja, echt een klootzak moet zijn soms. De beste wielerverhalen worden verteld op café. Wij nodigen jullie uit in het stamcafé van wielerhelden van vroeger en nu van kopmannen en knechten. Dit is Stamcafé Koers, de wielerpodcast van het Nieuwsblad en Bahamontes. En ik ben het stuk Nieuwsblad in de podcast. Ik ben Michael van Damme, de host van de wielerpodcast van het Nieuwsblad. En de flinke scheut Bahamontes zit naast mij. Dat is Jonas Heirik, de hoofdredacteur van dat prachtige magazine. Dag Jonas. Dag Michael. Goedemiddag. Weer blij dat we in een nieuwe stamcafé zijn. Absoluut. Er zijn mensen die ons bekijken op YouTube, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die ons beluisteren. En zij hebben natuurlijk geen flauw idee van waar wij aanbeland zijn, van in welk stamcafé wij zitten, waar onze gast ons mee naartoe genomen heeft. Jonas, wij zien wat onze luisteraar niet ziet. Vertel eens, waar zitten wij? Beschrijf de plaats. Ja, wij zitten dit keer in een iets chiquer etablissement. Hè. Dit is geen bruine kroeg ergens in een klein Vlaams plattelandsdorpje. Het is allemaal net iets properder. De glazen, de pintglazen, zijn veranderd. Vervangen door champagne-emmers. De houten stoelen hebben een soort leren laagje gekregen. We zitten hier eigenlijk in de Country Club. Dat is het clubhuis, de cafetaria van de golfclub in Brasschaat. Ja. En ik zie, we hebben ook onze blazer aangetrokken, dus we hebben toch een beetje meegedaan. Maar dat schijnt zijn we nog niet helemaal, want je moet een kraagje hebben, dacht ik, geloof ik, in een golfclub. Dus. In heel wat golfclubs moeten inderdaad een beetje chiquer gekleed zijn, moeten een kraagje aan hebben, een hemdje. Hier in Brasschaat hoeft dat niet noodzakelijk. Brasschaat is blijkbaar de enige open golfclub in het ganse land. Je moet hier geen lidkaart hebben om hier te mogen spelen. Ja. Dus wij zijn hier ook binnen gemogen met onze Wij zijn hier ook binnen gemogen. Ze hebben onszelf niet gecheckt of dat we wel de juiste dresscode hadden. En voor de mensen zouden denken dat Stamcafé Koers dat een beetje een kroegentocht is tussen onze favoriete stamcafés, dat is niet zo. Dat is telkens onze gast die ons meeneemt naar een plek die voor hem, waar hij zich goed voelt, wat een stamcafé is of zou kunnen zijn. En die gast vandaag is niemand minder dan Nathan van Hooijdonk. Dag Nathan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Geen introductie nodig natuurlijk. Radarwerker geweest bij Jumbo-Visma. Jarenlang Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard naar overwinningen gestuurd. En iedereen weet dat natuurlijk ook. In september is dat verhaal jammer genoeg gestopt. Hè. Het hart stopte even en de wielcarrière stopte. Maar gelukkig ben jij er nog, heb je niks aan overgehouden. Nadien zelfs een zoontje gekregen. En wat ook opvalt in al die interviews, want iedereen heeft dat natuurlijk gelezen. Je hebt heel veel dat moment becommentarieerd. Je staat ongelooflijk positief nog in het leven. Dat leven 2.0, daar heb je ook echt zin in. Hè. Zeker weten. Zeker weten. En je zegt net, ja, mijn zoontje die, en mijn vrouw die geven me heel veel energie om er... terug tegenaan te gaan. En, ik heb het al vaker gezegd, maar ik besef zelf heel goed dat als ik nog iets van mijn leven 2.0 iets wil maken, dat ik het zelf moet doen. En met mijn kop in de grond gaan zitten, dat gaat me niet vooruit helpen. Bewonderenswaardig, bewonderenswaardig. En we hebben een vaste aanpak in ons stamcafékoers. Wij willen dit café eigenlijk nog een beetje meer inkleden naar onze gast. Alsof wij hier een Nathan van Hooijdonk tentoonstelling zouden willen houden. En dan vragen wij een aantal voorwerpen die we aan de muur zouden moeten hangen of in een vitrinekastje zetten. Misschien ook wel in een vitrinekastje met toch wel stevig glas. Hè, want er zijn Absoluut. Heel waardevolle emotionele voorwerpen bij. Dus voorwerpen over jouw privéleven, wielercarrière of waar een verhaal aan zit. En Nathan, soms brengen wij ook wel eens een voorwerp mee, dus misschien gaan wij jou nog verrassen. Ja, het eerste voorwerp heeft eigenlijk een beetje te maken met de locatie waar wij zitten. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Dat is mijn putter. Een putter. Noemt een putter, dat gebruik je eigenlijk om te minigolfen. Hè? Om te minigolfen? Om te minigolfen. Okay. Dus als je eindelijk na
ettelijke slagen uw bal op de green gekregen hebt en je bent vlak bij de vlag en vlak bij de hole, dan gebruik je deze club om in het gatje te krijgen eigenlijk. Ja. En ik met een volledige tas heb ik gekocht na de Vuelta in 2021. Als aandenken. Hey, de ronde die de won met Primoz Roglic. Ja, inderdaad. Al mijn clubs zijn van eenzelfde merk, van Titleist. Omdat ik dat er esthetisch heel mooi vond uitzien. En ik dacht, die wil ik, die vind ik mooi. En ik kon er ook nog aardig mee slaan. De manager van de golfclub zei meteen van, dit is de Rolls Royce onder de sets. Inderdaad, hè? Ja. En toen heb ik er eigenlijk een gewone, normale putter bijgenomen. Niet in deze. Nu won ik afgelopen jaar in 2023 de Tour met Jonas. En toen dacht ik van, ja, ik wil nog graag een putter toevoegen aan mijn... Allemaal collectie. En heb ik gaan zoeken. Het is nog een limited edition. Het is een Scottie Cameron Newport 2. De mensen zullen ze niet. Golfliefhebbers die gaan. Ik vond het fantastisch. Ik vond hem er fantastisch uitzien. En ik zei, die moet ik hebben. Dit is ook wel de nieuwe sport onder de renners. Hè? Je bent niet de enigste coureur die op de golfbaan staat. Hè? Nee, klopt. Ja. Blijkbaar vind je heel... ik was misschien een van de eerste. Maar er zijn heel veel renners die ook de weg naar de golfsport gevonden hebben. Ik zie af en toe een filmpje van Mathieu. Mathieu van der Poel zijn een swing passeren en die slaat er niet naast. Die slaat er niet naast? Dan zie je onmiddellijk van, ja, hij heeft... Ja, je ziet gewoon dat hij heel veel... Dat zijn techniek goed zit, hè. En ik heb mij laten... Ik golf af en toe met zijn neefje. Ik heb me laten vertellen dat hij ook altijd eigenlijk les neemt. En als je continu en regelmatig les neemt, dan kan je jezelf niks fout aanleren eigenlijk. Dus. Ja. En Mathieu, ik kan me dat goed voorstellen dat zo'n multigetalenteerde is. Hè? Dat die... Ja, zeker. Mijn neefje heeft vroeger gevoetbald met hem. En toen was hij ook... Ja, op het veld. Ook de beste van de ploeg. Ja. Dus, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Dat zijn van die gasten die echt alle sporten aan kunnen. Ik denk als zij een podcast zou doen, dat het ook gewoon goed zou zijn. Maar niet zo goed als in deze. Ja, dank u, Nathan. Maar jij bent natuurlijk topsporter. Ik vraag me dat dan af. Uitzicht dat dan ook in die golf? Want je ziet dat bij Mathieu en neemt les en zo. Jij zegt ook van, ja, ik spendeer best veel uren op de baan. Komt dat karaktertje dan naar boven, dat je het goed wilt doen, dat je wilt in verdiepen, dat je het echt goed wilt doen? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ook, het is zo'n technische sport dat je eigenlijk nooit uitgeoefend geraakt. Hè. Je hebt je driver en je ijzer 5 is een andere swing. Dus gewoon een volledig andere setup, andere swing. Dus ja, je kunt blijven oefenen. En, vorige week ging ik naar de baan en sloeg ik 10 manches van 40 ballen weg. Maar dat was ik een paar uur zoet. Dan neem ik even pauze, ga ik even chippen, dan even putten en dan even de baan in. Ja. Om te kijken of dat die veranderingen op de baan, hoe dat is. Gehoord het, Michaël. Hij is super gepassioneerd. Ja, ik weet ook, ik weet ook nog, ik heb Nathan vorig jaar geïnterviewd voor de Tour. Voor Bahamontes? Ja, toen dat hij eigenlijk dus nog renner was. En we waren toen bezig over het WK in Glasgow. En Nathan vertelde toen van, ja, ik kijk wel enorm uit om erbij te kunnen zijn in dat WK. Om Wout van Aert bij te staan. Maar ook omdat ze blijkbaar van de beste golfbanen ter wereld... Die lagen daar in de buurt. En ik heb zelfs mijn vrienden zover gekregen... Ik zei, ik wil graag een fietsreis doen met z'n allen. Maar ik nu ben moeten stoppen. Ik zei, ik wil van Edinburgh naar Londen rijden. Op een week tijd of op 10 dagen tijd. En ik zei, moest er tijd zijn, gaan we toch even een golfbaan meepikken. En die mannen zeiden van, ja, we moeten toch even gegolfd hebben dan. En de fietsreis is nu geannuleerd en er komt een golfreis in de plaats. Die zijn helemaal weg van het golfen ook. En ik ben blij dat ik het nu ook kan doen met mijn vrienden naast mijn vrouw. Wij hoorden zelfs ook nog van de uitbater hier een anekdote dat er hier een vluchtje van Hooijdonk hier op de golfclub is. Hè? Ja, echt waar? Christophe, de manager, belde onlangs. Er moest hier een raam hersteld worden. En die belde naar een firma. En die kreeg te horen, morgen komt er iemand langs. En dat bleek nonkel Edwig te zijn. Hij heeft hier een raam gestoken. Ja, hij zal die raam niet zelf gestoken hebben. Hij zal ze opgemeten hebben. Opgemeten, en, ja. Dat zal hij een veranda's Leonard gebeld hebben waarschijnlijk. Ja. Die wist Wezel. Daar werkt mijn oom nog altijd. Bij ons thuis komt hij af en toe ook langs als er iets sneuvelt.
Je bent nu natuurlijk geen renner niet meer, hè? Nathan. Nee, we gaan het niet super uitgebreid over die hartproblemen hebben. Zeker niet over de noodlottige dag. Dat is ondertussen al meer dan genoeg verteld. Maar wel een niet onbelangrijke vraag is eigenlijk, hè, van, hoe gaat het nu met u? Met mij? Fysiek stel ik het enorm goed, moet ik zeggen. Ik ben eigenlijk in bijna niets beperkt. Ik vind dat ik nog heel veel kan doen. Ik was al heel blij dat ik de eerste keer op de golfbaan kwam, dat ik niks voelde van mijn defibrillator. Dat ik gewoon vrijuit kon slaan op de bal. Want waar zit die ergens? Ja, aan de zijkant. Aan de zijkant, ja. En dat zou kunnen hinderen? Of hoe? Voel je die zitten, ja? Nee, niet altijd. Nee. Als ik erop ga liggen, wel. Deze week was ik toevallig met Alessio een beetje aan het spelen op zijn speelmat. En ik draaide op mijn linkerzij en dan voelde ik het wel. En dan zit er gewoon een kastje. Je moet dat toch raar zijn, hè? Dat heel in het begin zo. Ja, zeker. Ja. Want ik had ook heel lang een drukverband, nog bijna 2 weken een drukverband erop. Dus dat was heel raar. En ook als ik dan in de spiegel keek, dan leek het net of ik was langs de ene kant heel gespierd. maar dat was niet zo. Ik ben niet zo heel gespierd. Maar dus, natuurlijk was dat raar. Maar ja, je leert er ook mee omgaan. Hè. Het is niet gemakkelijk om dat te zien bij jezelf, want je bent natuurlijk altijd bezig met je lichaam en je wou altijd in topvorm zijn en wou je scherp zijn en dat valt helemaal weg. En je ziet, ja, nu kan ik erover grappen. Als ik met een groepje ga fietsen, dan zeg ik, ik rijd niet op kop, want ik ben hartpatiënt. en dan kijken ze zo van, oh, ik kan ermee lachen, maar ja. Ja, ik denk dat ook de beste manier is om ermee om te gaan, natuurlijk. Hè? Ja, zeker weten. Ik denk het wel. Ik denk dat je af en toe heel serieus moet zijn. Maar soms kan je ook gewoon zeggen van... een klein grapje erom om maken. Ja. Wat ik mij wel afvraag, dus bij jou was het probleem, want er zijn verschillende manieren. Bij Sepp van Marken was het iets anders, maar jouw hart was groot. Uiteraard, dat komt door jarenlange duursport en ook omdat je daar aanleg toe hebt. Dat hart is een spier, je gebruikt die niet minder, die gaat krimpen. Is dat proces nu al ingezet en gaat op een bepaald moment jouw probleem dan weg zijn? Hoe zit dat nu? Ja, hoe ik het begrepen heb van mijn cardioloog wel eigenlijk. Dus dat gaat krimpen, nee, maar dat is nu al aan het gebeuren? Of? Ik denk dat wel, ja. Ik heb nu toch al iets... 5,5 maand geleden, laten we zeggen. Ik heb 5,5 maand bijna niet gesport. Dus eigenlijk heb ik, in vergelijking met wat ik ervoor deed, heb ik 5,5 maand niks gedaan. Hè? Ja, want voor alle duidelijkheid, inderdaad, dat moeten we misschien toch nog even kaderen. Het verschil tussen bijvoorbeeld Nathan en Sepp van Marken. Bij Sepp van Marken was het littekenweefsel op zijn hart, waardoor dat er een deel van zijn hart niet meer functioneert. Wat dat een hartstilstand kan veroorzaken. Bij Nathan is uw hart was eigenlijk te groot. Te groot, ja. Te hard gegroeid eigenlijk. Hè? Ja. Wat goed is voor de sport, maar niet altijd gezond of niet gezond in jouw geval. Nou ja, ik vraag mezelf af in welke mate is topsport wel gezond? Ik denk als we ons met 45 graden in de Tour van A naar B laten rijden. Ik kan me herinneren de rit naar Carcassonne die Philipsen wint in 22. Ja, mijn banden plakten aan het asfalt. Zo warm was het. Ja. Ja, dat is niet gezond. Maar we doen het wel, want het is onze passie. En op die moment staat het niet bij stil. Maar eigenlijk is het bijna onverantwoord. Ja. Ja. Over dat te groot hart gesproken. Volgens bepaalde bronnen, en vooral een Italiaanse cardioloog, had Eddy Merckx bijvoorbeeld ook nooit mogen fietsen. Dat is wel straf, is het verhaal. De wielen is er anders uitgezien. Ja, in de Giro van 68, de eerste Giro die Eddy Merckx won, heeft hij 2 keer een hartscan ondergaan, blijkbaar. En ik heb de naam opgeschreven. Dat was Giancarlo Lavezzaro, de Italiaanse dokter. En die deed die scans. En die toen meteen in paniek naar de ploegleider van Eddy Merckx gebeld en gezegd van, op die scans zie ik het hart van iemand die net een hartaanval heeft gekregen. Ja, de ploegleider heeft toen beslist om dat niet aan Eddy te vertellen, om hem niet nodeloos ongerust te maken. Ze hebben dan contact opgenomen, blijkbaar met de Belgische dokters, die zeiden, ja, nee, want Eddy, hij wint nog altijd. En er zal wel weinig aan de hand zijn. En een dokter heeft dan later in een biografie van Eddy Merckx, de Cannibal, dan ook nog verklaard van, kijk, als Eddy nu met zijn hart zo'n scan zou ondergaan, zou hij nooit geen licentie niet meer... Nee. krijgen. Dat is wel straf, hè? Ja, ze hebben toen ook blijkbaar gebeld naar Eddy zelf. Die viel een beetje uit de lucht. Die zei van, ja, ik wist niet dat het zo serieus was. Maar hij zei wel, ja, ik heb wel geweten dat ik een speciaal hart had.
Dus ja, die een dokter zei van, Eddy Merckx heeft eigenlijk altijd met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd gereden. Maar nu wordt het allemaal meer onderzocht. Het, jammer genoeg komt het ook aan de oppervlakte en zo, maar het is eigenlijk iets wat altijd al in het wielrennen wat bestaan heeft. Wielrenners die in elkaar zakten en dergelijke. Ja, het, zeker. Het is, het is topsport en echt gezond blijkt het niet altijd te zijn. Hè. Ja. Nee, inderdaad. Inderdaad. Maar, want dat heeft toch wel wat gedaan, ook bij jullie binnen de ploeg. Jouw hartstilstand. Ik denk dat renners er in eerste instantie heel hard van aangedaan waren van wat er met mij gebeurd was, maar ook misschien een klein beetje een soort wake-up call. Is één keer per jaar controleren nog wel genoeg? Misschien moeten ze gewoon zeggen van ja, we controleren in december en in mei. Op de helft van het jaar. Waarom niet eigenlijk? Hè? Eigenlijk is het gewoon van we moeten er even een halve dag tijd voor maken, er naartoe gaan, factuur betalen en klaar. En als profrenner is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Of zou dat geen probleem mogen zijn? Ik denk dat iets is waar dat renners nu wel gaan doen. Als ik het zo hoor, ja. Want heeft dat ervoor gezorgd dat er binnen de ploeg bijvoorbeeld de reanimatiecursussen gegeven worden? Want dat is wel cruciaal geweest. Had jij niet gereanimeerd geweest? Ja, dan zat je hier waarschijnlijk niet. Nee, zeker. Zeker. Ik denk dat zelfs al dat initiatief was er al vanaf Visma Leasebike eigenlijk. Nog voordat mijn hartstilstand zich voordeed. Ik weet, ze hebben ook altijd een AED in de auto liggen. Ja. En in het begin van het jaar of ergens in november, dan wordt er gewoon een dag georganiseerd dat iedereen even dat wordt opgefrist. Hoe dat dan moet. Mijn vrouw en mijn schoonfamilie, mijn eigen familie, die hebben het ook allemaal gedaan. Binnen een tijdsbestek van 2 maanden, laat ons zeggen. Nadat het gebeurd was. Ja. En ik wil het zelf ook nog heel graag. Ik vind het ook heel belangrijk en heel voornaam dat ik het ken. Want als er hier in het ploeghuis iemand zou neervallen, wil ik het ook kunnen. Maar ja, momenteel vind ik dat nog heel confronterend om op een pop te gaan oefenen. Ja, terwijl dat je weet van... Terwijl ik weet dat ze zo mijn leven gered hebben. Ja. Dus. Ja. Ja, heftig. Gaan we er een volgend voorwerp bij halen, Jonas? Ik denk dat we er een volgend voorwerp bij kunnen halen. En ik ga het zelf erbij halen. Ik heb een voorwerp bij... Uit je zak. Een rode kaart. Een rode kaart. We zitten in een wielerpodcast, maar we moeten er even een rode kaart bij halen. En Nathan, ik denk meteen dat je wel weet welke anekdote ik hiermee wil oprakelen. Nee. Nee? Oh. Nee. Jongen. Jonas, vertel jij het dan maar. Je haalde het echt uit uw zak als een echte scheidsrechter. Ja, goed gedaan. En die zijn van plastic, dat is eigenlijk wel goed gezien natuurlijk. Dat is van mijn zoon, die heel veel fantasie heeft. En plots had hij het gedacht van, ik wil af en toe scheidsrechter kunnen spelen. En dan loopt hij dus effectief zo in de living. Ik heb al een paar rode en gele kaarten gekregen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Gekregen. Ja. Maar Nathan heeft ze dus ook ooit gekregen. Ja, ik heb ze ook ooit gekregen. En straffen van was dat ik... Voor de wedstrijd had ik ze ook zo vast. Ik stond naast de scheidsrechter en hij had die kaarten zo vast. Dus hij stopte die in zijn zak en ik vroeg, mag ik die eens vasthouden? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, en geen uur later had ik ze zelf in mijn zak zitten. Ja, want voor alle duidelijkheid, jij waart, als kind, uw eerste sport was voetbal. Jij voetbalde. Voetbalde en ook omdat al mijn vrienden voetbalden. Ja, daarom ben ik ook beginnen voetballen eigenlijk. En ik vond dat leuk. Ik dacht er eigenlijk niet over na. Wat ik er iets mee wou bereiken of zo. Ik deed dat gewoon omdat mijn vrienden dat deden. En zodoende ben ik voetballer geworden. Tot de bewuste match? Ja. Leg uit, want ik weet wel niet meer hoe oud dat waard. Ik denk dat je... Ik moet 11 jaar zijn geweest ongeveer. En we speelden tegen... Berendrecht of Zandvliet. Polderdorp. En we waren falikant aan het verliezen. Dat was echt, ze sloeg nergens op. En mijn man, die was eigenlijk altijd zo'n, ja... Ik was telkens iets bij hem en ik pakte ze een bal af. En op een gegeven moment riep hem van, vind je zo'n nee? Of hij ging liggen. En ik draaide mijn eigen om en ik deed alsof dat ik hem een stamp gaf. En de scheidsrechter zag dat. En ik, vooral duidelijkheid... Je had hem niet geraakt. Ik hoef er niet over te liegen, maar ik zou er ook niet over liegen. Ik heb hem niet geraakt. Ik heb niet getrapt. Maar er was geen VAR. Ik had wel de intentie. Dus ik deed wel alsof dat ik hem ging trappen.
En hij sprong in de lucht en begon te roepen. En daardoor kreeg ik een rode kaart. En ik heb nadien nooit meer op een voetbalveld gestaan. Nee, je zei van het einde van jouw carrière. Ik ben van dat plein gestapt. 3-4-0 verloren. En 4 weken geschorst. En na 4 weken 1 keer terug gaan trainen. En toen gedacht van... Je hebt geen match meer gespeeld? Ik heb geen wedstrijd meer gespeeld. Dus door die rode kaart zijn eigenlijk wielrenner geworden. Ja, inderdaad. Vandaag dat ik dus een rode kaart bij had. Eigenlijk moeten wij die scheidsrechter eens gaan opzoeken. Want dat is de man die jouw carrière gelanceerd heeft als wielrenner. Ja, inderdaad. Ja. Het is een beetje zoals bij Remco Evenepoel. De trainers die hem geblokkeerd hebben, die hebben eigenlijk een aandeel in zijn wereldtitel. Ja, daar heeft Remco heel veel aan te denken dan. En jij aan de scheidsrechter die jou rood zeker, gaf. Ja. Zeker, ja. Want is dan dat je echt specifiek hebt gezegd? Want natuurlijk... Ja. Is het de familie, hè? Ja, ik ben eigenlijk nooit niet gepusht van te gaan pushen. Voor alle duidelijkheid, hè, want dat moeten we er misschien toch bij zeggen. Nathan is de zoon van Gino van Hooijdonk, die zelf nog profrenner is geweest. Maar Gino was ook vooral de broer van Edwig van Hooijdonk. Tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 89 en 91. En dus eigenlijk, Nathan moet dus eigenlijk nonkel Edwig. Ja, ik zeg altijd nonkel Edwig. Voilà. Hij is ook een van de enige personen in mijn telefoon die er niet in staat met voor- en achternaam. Zelfs mijn vrouw staat in mijn gsm als Alicia van Hooijdonk nu. Ja. Maar mijn onkel staat erin als Eddie Bosberg. Eddie Bosberg? Dat was vroeger zijn bijnaam. Hè. Zo werd hij genoemd. Hè. Ja. En mijn vader staat erin als papa natuurlijk, maar voor de rest is iedereen voor. Dat kan dat niet hebben. Ik zou nu niet Jonas Bagamontes of zo, dat zou niet kunnen bij mij. Ik neem aan dat ik er niet in sta, maar dan sta ik erin als Jonas Heijrik. Ja, zeker. Ik sta er zeker in. Ik sta erin. Opgeslagen. Maar ik vind het wel grappig dat je zegt, want bijvoorbeeld mijn vriendin, haar naam staat er ook gewoon in met voor- en achternaam, omdat ik dat er ooit ingezet heb. Ja, toen ik haar prul kende en zo, maar ze heeft daar wel al eens een opmerking over gemaakt. Van ja, zo zakelijk heeft Alicia dat ook al niet zo van. Ja, zeg, het is toch tijd om hier zo'n keer... Ze heeft dat ooit wel een keer gezegd, maar... Ja, blijft zo. Ze weet dat ik ze heel graag zie, dus de naam in telefoon verandert er weinig aan. Maar Eddie Bosberg, schitterend. Ja, mooi. Want hoe bepalend was die een link met de koers van zowel uw vader als uw onkel? Ja, ik vond dat wel... Hey, ik keek er altijd wel echt met heel veel trots naar. Hey, ja. Naar die demarages op de Bosberg en die overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is natuurlijk iconisch. Er weten nog heel veel mensen. Er zijn ook mensen die mij er nog steeds over aanspreken. Maar dat werd nooit... Dante, mijn neefje, de zoon van onkel Edwig, wij zijn nooit gepusht om te beginnen koersen. Dat ging heel natuurlijk. Ik stopte met voetballen. En volgens mij is Dante, die heeft nog even alle twee gedaan, maar dan is hij ook gestopt met voetballen. En ik begon dan zo op mijn mountainbike, waar ik ook mee naar school reed, begon ik te crossen in Nederland. Bij zo'n klein West-Brabants bondje. Ja. Ik werd gedubbeld door Mathieu. Je kwam in uw eerste koers Mathieu van der Poel tegen? Ja, zeker. Okay, ja. Dat sloeg nergens op. En toen kreeg ik voor Sinterklaas een Eddy Merckx koers / crossfiets. Daar heb ik mijn eerste crossen op gereden en mijn eerste jaar op de weg. En papa zei van ja, als het zover is, dan krijg je vindt het leuk, dan krijg je een goede fiets. Hè. Ja. Maar ik wist in mijn eerste jaar drie keer te winnen op de weg. En ik was gelijk vertrokken. Ik had zoiets van, ik heb meer gewonnen nu alleen dan vorig jaar met mijn voetbalploeg. Dus, want dat vond ik dan wel, als ik er nu over nadenk, ik was vroeger helemaal geen teamspeler. Ik wou winnen. En eigenlijk als ik dan terugkijk op mijn carrière... Ik was de laatste 3 jaar enorm teamspeler. Ik deed alles voor mijn ploegmaats. Ja. Ze mochten bij wijze van spreken... Ze mochten mij alles vragen en ik zou het gedaan hebben. Op en naast de fiets. Ik zag dat niet als mijn ploegmaat, maar ook als mijn vrienden. Dus, en dan vind ik dat normaal dat je dat doet. Maar vroeger was ik eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Maar wel straf dat er dus gedubbeld wordt door Mathieu van der Poel, die er dus toen al met kop en schouders bovenuit stak. Ja, zeker. Maar hij reed op een crossfiets en jij op een mountainbike. Ja, ik moet wel, die credits moet ik mezelf wel geven. Vanaf dat ik op een crossfiets reed, konden we niet meer dubbelen. Nee, maar Mathieu die ging ook gewoon een categorie hoger rijden. Ja. Die reed dan ik reed dan bij de 11-jarige en hij reed soms bij de 12-jarige. Af en toe niet, maar meestal wel. Hey, we hebben mennen uit...
concurrent, of hoe moet ik het zeggen? Ik ga de anekdote uitleggen. Dus ja, zaterdag namen wij in Café Allee onze live cafékoers op. En plots blijkt daar iemand te zitten die zegt van... Ah ja, of iemand introduceert hem, zegt van ja, die kent Nathan van Hooijdonk en zo. Ik zeg, ah, wij nemen een podcast op met Nathan van Hooijdonk. En ja, hij vertelt dat hij tegen jou gekoerst heeft, is het blijkbaar. Jari Geerts heette hij. Ja, oh ja, ja, die foto. Ja, 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 inderdaad. En hij vertelde ook over Mathieu. En ik kende die anekdote dat Mathieu jou gedubbeld had. Maar hij beweerde... Ja, maar Nathan was ook echt wel heel goed bij de jeugd. En heeft Mathieu ook nog geklopt bij ja, de jeugd. Ja, dat klopt, ja. Ah ja, dat voilà. Ja, dat mag ook vermeld worden, hè, Nathan? Ja. Waar, wanneer, hoe? Twee keer in dezelfde gemeente. Ja. Twee keer in Brecht. Ene keer in een sprint met drie. Er was dan ook mijn neefje bij, Dante. En dan, gingen we om de beurt te demareren. Ja. En ene keer ook in dezelfde gemeente, andere omloop. In een sprint met een man of zes, denk ik. Kijk, dan de Mathieu klopte. Ja. Ja, maar Mathieu heeft mij ook heel vaak geklopt. Ja, ja, ja. Want dus die Jari Geerts vertelde van, dat je echt wel bij de jeugd echt wereldtop was. En ik zei van ja, en Mathieu van der Poel, wat was hij dat? Oh ja, dat was nog meer dan wereldtop. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik weet nog, de vredeskoers in Tsjechië, wat dat nu voor junioren eigenlijk een hele belangrijke etappe, de grootste etappewedstrijd is eigenlijk dat er bestaat, die reed ik voorop met drie. En ik dacht van ja, ik ga de koers winnen. En de laatste kilometer komen er twee terug. En dat is Mathieu van der Poel, Mats Pedersen. Okay. En ik werd derde. Ja. Dus, achteraf bekeken geen schande, maar toen... Achteraf bekeken zeker geen schande. En ik heb ook achter Pedersen een keer tweede geweest in Parijs-Roubaix. Ja. En de derde was Theo Gegenhardt. Dus ook helemaal geen... De grote namen toen ja, al. Zeker, ja, zeker. Ik kende Mathieu eigenlijk beter dan Wout. Van vroeger, hè. Ja. Ik heb Mathieu eigenlijk altijd tegen elkaar gekoerst. En ik was bij de jeugd een hele goede renner. Maar Mathieu had altijd net dat... Ja, wel, dat is wat Jari vertelde. Net dat tikkeltje. En met tikkeltje wil ik hem geen oneer aan doen. Maar ja, die had gewoon net die kwak klasse extra. Die is op het moment... Maar dat hij eigenlijk nu nog altijd heeft. Ja, maar zeker. Tadej, Wout en Mathieu blijkbaar toch voor hebben op de rest. Ja, ja, zeker. Als iedereen kapot zit, dan weet hij toch nog te gaan. Dan weet hij toch nog te demareren. Dus... Ja, zo. Straf. Ja. Zeg, jouw jeugdidool wat was Fabian Cancellara. Maar klopt, je hebt hem nooit ontmoet. Bijna wel eens, maar nooit ontmoet. Ik denk dat ik weet op wat je alludeert. Zeg eens, bijna ontmoeting van Fabian Cancellara. Voor alle duidelijkheid, Fabian Cancellara, ja, fantastische renner, maar niet de meest populaire in peloton. En je hebt dat gaandeweg ook ontdekt. En dan zeg dit nog met een understatement. Hè? Fabian Cancellara is niet de meest... vriendelijk blijven. Hè? Ja, ja, goed, maar je mag af en toe een koe, een koe. En dan mag de Fabian Cancellara een van de minst geliefde renners in het peloton noemen. Nee, maar dat hoort je gewoon van heel wat renners die Fabian Cancellara niet zo hoog inschatten. Ja, maar daar wil ik even gelijk op inpikken. Ja. Ik heb dat toen gezegd in de podcast bij de Rode Lantaarn. Hè, dat ik stond te wachten als kind. En ik kwam een handtekening van Fabian Cancellara. En hij kwam in het criterium van Sint-Niklaas kwam hij de camper uit. En hij stapte op zijn fiets en hij was weg. En ik was als kind kei teleurgesteld. Ja. En ik dacht toen echt van, godverdomme, hè, die wil mij geen handtekening geven. En nu begrijp ik dat. Hè, want nu, soms, misschien gaf hem aan 10 kinderen voor mij wel, eigenlijk het toen niet gezien. Hè. Maar ik had dat dus gezegd in de podcast en dat werd opgepikt door de perschef van Tudor. En... Ah, dat heeft een vervolg gekregen. Ja, dat wist ik niet. Nee, daarmee dat ik het even wil duiden. Ja, 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 ja. Dus dat werd opgepikt door de perschef van Tudor. En Fabian heeft een handtekening opgestuurd. Mijn vrouw had van het ongeluk nog heel veel pijn in haar rug. En die moest naar de kinesist in Antwerpen. En ik ging mee, want ja, er moest iemand even voor onze zoon zorgen. En mijn vrouw lag op tafel bij Toon, mijn vaste kinesist eigenlijk. En altijd een hele goede vriend. Ja. En ik kreeg ineens een telefoon uit Zwitserland. Een onbekend nummer. Ik zeg... Ik zal hem maar oppakken. Hè. Ik pak mijn telefoon op en ik zeg... Hallo, dit is Nathan. En ik hoor zo in de verte zo... Hallo, this is the arrogant prick from Switzerland. En ik zeg zo... Hé?
Maar wie is dat? En ik blijf, maar ik heb het er achteraf van kunnen maken. Maar ik weet nog altijd niet zeker wat hij dat gezegd heeft. Ja. Maar daar heb ik ervan van kunnen maken. Ja. En hij bleef maar praten en praten. En dat is al het Fabian geweest zijn. Op een gegeven moment zeg ik... ja, sorry, maar met wie spreek ik nu eigenlijk alstublieft? Ja, dit is Fabian. Fabian Cancellara. Oh, nou, ik was nog zo groot, hè. Ja, echt waar. Dat was ongelooflijk. Ja. Maar is het dan meer of meer bijgelegd? Hij belde eigenlijk ook om zich te verontschuldigen. En om uit te leggen waarom dat hem dat niet gedaan heeft. Mij toen niet heeft een aantekening gegeven. Maar dat snap ik inderdaad. Hè. Je kunt niet als toprenner, want dat was Cancellara wel. Ja, ik ben nu onlangs, heb ik Mathieu van der Poel voor de nieuwe Bahamontes geïnterviewd. Voor de cross in Hammezoge. Ja. Ja, Mathieu komt daar aan en daar staat er inderdaad meteen 50 man rond hem. Als Mathieu alle 50 die kindjes een handtekening moet geven, dan is hij een uur bezig bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus Mathieu deelt 15, 20 handtekeningen uit. Maar dan zegt hij ook van, ja, nu moet ik wel naar de camper, want ik moet mij gaan klaarmaken. Je ziet inderdaad, de kindjes die handtekening niet gekregen hebben, die zijn teleurgesteld. Maar dan weten ook van, ja, dat gaat niet. Dus ik kan mij voorstellen, alleen Fabian, dit vind ik wel heel mooi dat hij dan effectief belt. Maar goed, je kunt wel maar zeggen ook wat er binnen het peloton ligt. Ja, en daar is hij niet de meest populaire. Ja. Ja. Maar het is wel mooi. Ja, ik vond het heel leuk. En ik had eigenlijk gehoopt van hem dit in het openingsweekend tegen te komen. Ja. En had ik mezelf even kunnen gaan voorstellen. Ja, ja, ja. En, ik hoop dat ik hem nog eens, tegenkom. Dat gaat wel lukken, zeker. Ik denk het wel. Dus, ja. Wat is gehad? Plotseling Fabian. We hebben volgens mij een dik half uur gebeld. Amai. Ja, echt. Huh? En nam echt zijn tijd. En begon dan over hoe hij dat ervaarde. De geboorte van zijn kinderen. En echt een heel leuk, open gesprek. Over als je ooit eens iets nodig hebt of zo. Of je wilt in de koers of... Dat is echt, dat is super, super, ja, super lief. Kijk aan. Dit spreekt dan voor Fabian. Voilà, ja, dan mag het ook wel een keer gezegd worden. Ja, ik denk ook wel dat als je topsporter wilt zijn en je wilt aan een top blijven staan, dat je af en toe echt een keer, dat je echt een klootzak moet zijn soms. Ja. Denk ik. Maar je voelt wel, en dat is wel zo binnen het peloton, je hebt renners die gerespecteerd worden of waarvan dat je dat niet zult horen. Nee, dat klopt. En bij Fabian heb ik nu al iets te vaak gehoord van, het was toch niet de meest sympathieke en hij kon heel arrogant doen en toestanden. Maar goed, ook dat. Kijk. Zee, wat ik mij afvraag, want Wout van Aert, dat is ook... Iedereen kent Wout van Aert, iedereen, kindjes zijn er ook gek van en zo. Op training, hoe gaat dat? Wordt hij aangeklampt? Hoe gaat hij daarmee om? Want dat lijkt mij ook iets... uiteindelijk ben je job aan het doen, ben je aan het trainen. We kennen allemaal Wout. Ik denk dat hij heel veel voor mensen wil doen, maar je kan toch niet altijd stoppen? Hoe pakt hij dat aan of gaat hij daarmee om? Ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik vind dat hij heel lang heel kalm blijft, heel veel geduld heeft, maar ook op het juiste moment en op de juiste manier kan zeggen van nu is het genoeg. Ja. En ik zou daar meer moeite mee hebben, denk ik. Ja. Ik zou minder geduld hebben. Totdat hij in die situatie zit, Nathan, denk ik. Dan zie je die kinderen met verwachtingsvolle ogen naar je kijken, zeker, vol bewondering. Ja. En dan denkt hij, goed. Maar de kunst is denk ik om de juiste toon te vinden. Want op alles ja zeggen is ook niet goed, hè, want dan ben je niet meer met je vak bezig. En zeggen is ook niet goed. Ik heb Wout eigenlijk tegen een kind nog nooit geen nee weten zeggen. Het zijn vaak als er dan een keer oudere mensen... komen, dat is, iets begripvoller. Hè? Want vanochtend, zaterdagochtend stond er een kindje echt gewoon te huilen om een handtekening van Wout van Aert. Ja, als hij het gezien had, had hij het een handtekening gegeven. Maar ja, ik heb nog nooit een kind weten weigeren voor een foto of zo. Als je in februari op Tenerife komt, dan rijden de auto's achter je aan. Toch, ja. En die rijden dan voorbij en die stoppen en die maken een foto. En die rijden nog eens voorbij en die stoppen en die maken een foto. En soms is dat zelfs gevaarlijk. En dan wordt er wel ingegrepen, ook van de ploeg toe. Van de auto even zegt van, kom op jongens, dit kan niet langer. Want het filmpje is bekend. Ik geloof dat, was het een Oekraïner of zo die mee rijdt altijd? Die mee met Remco rijdt. En daar was ook een filmpje van gemaakt. Remco die op een bepaald moment ook zei van, sorry, maken jullie dat op training ook mee? Wielertoeristen die proberen aan te pikken? En ik vind aanpikken is nog één ding. Ja, daar kan ik in principe nog een klein beetje mee leven, zolang dat ze gewoon echt in het wiel blijven. Maar ze zijn ook al, als er een keer één iemand
alleen rijdt, dan komen ze ernaast. En dan, een babbelje slaan. Of ze komen ernaast gereden om een foto te maken. En dan rijden ze zo met één hand. En het ziet er heel wankel uit. En dan heb ik wel zoiets van, kom, maak dat gewicht zijn. Want als jij hier valt en je maait ons mee op de grond, dan ja... Is ons voorjaar om zeep. En wie was degene van de ploeg die de bodyguard was, die de bad boy was om iedereen wat op afstand te houden? Was jij dat ook of iemand anders? Wie nam die rol op zich? Ik denk dat iedereen. Ja? Ja, maar ik schroomde dat niet om er iets van te zeggen. Ik moet zeggen, de anekdote die Nathan vertelt, ik heb zelf ooit bijna Eddy Merckx ten val gebracht. Oei. Ik moet zeggen, ja, ik was mee, ik had kort proberen vertellen. Ja? Ik was mee op de Gran Fondo Eddy Merckx in Italië. Op uitnodiging van Eddy Merckx Cycles toen nog. En wij reden, wij mochten in de Gran Fondo rijden. En Eddy was daar met al zijn oude ploegmaats. Jos Huismans en Willy Vekemans en dergelijke. Ook de Anderlecht-keeper Daniel Zitka was... ja, grote wieler van, hè? Ja, behoorde tot de vriendengroep van Eddy. Fons de Wolf. En op een bepaald moment... Dus we zijn ook met een aantal journalisten. De meeste van die journalisten rijden voor een tijd voor die Gran Fondo. En ik dacht, ik heb hier nu de kans om met Eddy Merckx en zijn ploegmaten te rijden. Ik blijf gewoon bij Eddy en zijn gevolg. Dus, en op een bepaald moment zijn we een klim aan het rijden. Eddy was net geopereerd aan zijn knie, dus die moest bergop geduwd worden door Fons de Wolf. En ik dacht, ah, heel mooi, ik ga een filmpje maken. Dus ik ben met mijn ene hand aan het rijden. Fons de Wolf en Eddy Merckx rijden voor mij. En ik ben aan... En plotseling geeft Fons de Wolf Eddy een duwke, waardoor dat Fons... zelf achteruit komt. Ik met mijn één hand kon niet goed sturen, dus ik wil Fons de Wolf vermijden en ik raak het achterwiel van Eddy Merckx. Normaal gezien, als je een achterwiel raakt, is de kans redelijk groot dat degene voor u tegen dek gaat. Ja. Maar Eddy, gelukkig, had toch nog redelijk wat stuurkunsten. Ja. Dus die blijft ternauwernood recht. Maar die was kwaad op mij, zeker toen hij zag dat ik met mijn GSM in de hand reed. Dus ik heb mij toen heel uitgebreid moeten excuseren. Maar hij is daarna wel bij mij gekomen en schouderklopje. Gelukkig. Ja. Nee, maar ja, stel het u maar voor dat het dus de volgende dag in de krant... Eddy Merckx breekt heup door Bahamont, is hoofdredacteur. Ik kan beter op een andere manier een krantenkop halen. Ja, wel een goede titel. Ja. Is er ooit echt, is het bijna zo ver gekomen? Of zijn er echt anekdotes waar je denkt van daar was het wel op het randje van een wielertoerist of dergelijke meer? Of auto's? Niet dat ik mij zo kan herinneren, maar we hebben ooit wel een keer bij CCC, met Van Avermaat, in de week voor Milan Sanremo volgens mij, waren we... We hadden Tireno gereden en we bleven dan aan het Gardameer voor Milan Sanremo. En de marketingteam van CCC had een auto gestuurd met een paar Poolse videografen in om een ding te maken, een filmpje te maken. En wij reden op de rechter rijvak, wat dat normaal is, maar die reden gewoon met de auto op het linker rijvak. En die bleven gewoon zo mee volgen, maar dat waren ook blinde bochten en zo. Oh. En toen op een gegeven moment heeft Greg echt gezegd van ja, maar dat kan zo niet verder. Dit is levensgevaarlijk. Dit is echt levensgevaarlijk. Er moet maar een fietser van de andere kant komen, bam op de motor. Ja, een fietser of een auto of camion. Een camion, ja. Je weet niet wat de gevolgen zijn, hè. Ja. Dus toen heeft Greg wel ingegrepen en gezegd van ja, dit kan zo niet verder. En dan reed ze telkens voor en dan met de klep open. En dan, dat zijn eigenlijk misschien nog wel de gevaarlijkste momenten als er videografen meegaan. Ja. 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 We hebben over video's gesproken. We hebben een beetje op YouTube ook research gedaan. En daar zo een oud filmpje terug, of twee oude filmpjes teruggevonden van 2016, dacht ik. Ja, Mats Palings. Een ex-collega wielrenner, denk ik, hè, zeker, bij de jeugd. Zeker. En nu een heel talentvolle fotograaf, vind ik. Voilà. Ja. En die heeft jou toen gevolgd. Ik denk dat jij toen belofte was. Klopt, ja. Bij het development team van BMC reed. En ja, dat was zo'n filmpje, denk ik, voor de Ronde van Vlaanderen of zo. Dat ze jou het was in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, denk ik. Heeft hij u 6 maanden gevolgd? Of, allee, ja, hij heeft mij een tijdje gevolgd. Ja, en hij wou dat eigenlijk doen voor zijn portfolio. Een beetje te laten zien wat hij kon maken. Ja. En ik vond dat toen wel leuk. Met een jongen van bij ons dorp. En ik kan hem zo helpen. Dat lijkt me wel leuk om te doen.
Zodoende. Leuke filmpjes. En we hebben daar zo met vergrootglas naartoe gekeken. En ja, wat viel ons op? Het weegschaaltje, dat mag jij vertellen. Ja, voilà. Want er is nu heel veel te doen rond de voedingsapp van Jumbo Visma en alles afwegen. Jij doet daar in dat filmpje in 2016 bij het ontbijt boterhammen die jij op een weegschaal legt. En vervolgens neemde er twee boterhammen af, waarschijnlijk omdat het gewicht te hoog was. Waarde jij toen al daarmee bezig? Ja, inderdaad. Ik weet dat ik... Ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig, totdat ik naar de Ronde van de Savoie moest. Het was een hele zware bergwedstrijd en ik was de tweede dag naar huis. Ja. En toen dacht ik van, ja, maar dit kan zo niet verder. En ik ben toen naar huis gevlogen. Met een trainer toen was Jeroen Dingemans, is nu trainer bij Lotto Soudal. Ja, ja. Bij Lotto Destiny, sorry. Ja, Lotto. Ja. Ik heb toen gezegd van, dat moet veranderen. Zo wil ik niet koersen. Ja. Ik ben toen etelijke kilo's verloren op een goede manier samen met een diëtist eigenlijk. En ik won een paar maanden later, laten we zeggen 2 maanden later, won ik mijn eerste profkermiskoers, Polarenberg. Alright. Tegen Stijn van den Berg en Prebe van Ecker. Ik was toen net Belgisch kampioen, dus voor mij was dat echt van, oh, hey, ik heb die mannen verslagen. En de week later Belgisch kampioen. Dus dat heeft eigenlijk gelijk geresulteerd in toch. Ja, ja. Dus eigenlijk had je al door voor Visma Leasebike in onverdachte tijden. Voeding is de key. Dat is echt super, super belangrijk. Ja, ik dacht vooral, daar kan ik nog heel veel marge. Er zit nog wel marge, want ja, trainen en zo, dat is toen nog wel... Ja, ook de manier iets, van trainen was anders, hè? De manier van trainen was anders, maar ik dacht, ja, als ik ervoor kan zorgen dat ik 2 kilo minder mee... Ik reken altijd in bidons. Dat zijn 4 bidons in uw zak. Kan ik naar de auto 4 bidons halen en rijd een keer op de Wezen omhoog? Kan dat dan dat ik rond de 200 bidons weeg? Dat durf ik mij niet over uit te halen. Bij jou rekenen we in punten. Ja. Ja. 33 is moeilijk om te rekenen. Ja, dat is waar. Maar niet gemakkelijk. Ja, maar dus jij had wel toen door van, ja, hier zit er marge op. Ja, toch wel. Ja, ik dacht wel... Ja, hier kan ik echt nog wel verbeteren, want ik wist ook gewoon dat ik te zwaar was op dat moment. Ik dacht, ja, ik ben sterk genoeg om berg op te rijden. Ik wist dat ik die koers niet ging winnen, maar ik werd er gewoon van tussen gereden. Ja. Ik zal misschien ook niet in de allerbeste conditie zijn geweest, want het was mijn eerste koers na een rustperiode, maar dan nog. Ja. Ik dacht van, zo wil ik niet koersen. Ik wil gewoon... Ik vond ook als belofte moeten kunnen klimmen. Ja. Ik vind, je moet eigenlijk als jeugdrenner, nu is dat, het was toen bij ons, hè, nu is dat veel minder al, vind ik, maar... Toen vond ik dat je alles moest kunnen. Ja. Ik vond, je moet gewoon goed bergop kunnen rijden. Ja. Ja, en had een beetje van uw onkel... die kon dat ook allemaal, hè? Ja, zeker. Die hebben nog gedacht dat een Tour ging winnen. Ja. Dat een toekomstige tourwinnaar zou zijn. Dat dachten we toen van alle goede Belgische. Ik kan me herinneren, op YouTube staat een filmpje. Ja? Dat ze een Nederlandse reportage, dat ze hem gaan volgen in de Ronde van Romandie. En is een klimtijdrit en echt... Bergen, echt kools, hè? Ja. En dan... Dus er zijn beelden van Edwig van Hooijdonk die in een klim, Luis Herrera, die toch bekend stond toen als een van de allerbeste klimmers in het peloton, die ook de Bolkestrein en Tour en zo, en die reed mee met Luis Herrera. Wel in het voorjaar, inderdaad, want dan in een Tour zelf, dat zei Edwig dan, ja, dan kwam ik in een Tour en dan kon ik totaal niet mee. Maar Edwig heeft ook nog een proloog gewonnen in de Ruta del Sol tegen Miguel Indurain. Dus... Edwig van Hooijdonk kon inderdaad heel veel. Kon bijna alles. Hij heeft ook nog top 15 gereden, Luik Bastenaken, Luik en dergelijke. Dus. En Edwig heeft altijd gezegd, toch een paar keer tegen mij van... Nathan is eigenlijk een verbeterde versie van mezelf. Oh, ja, nee. Oh. Hij zei van, als renner is hij zeker even goed en hij is mentaal veel sterker. Want nonkel Edwig was mentaal heel onzeker over zijn eigen... en dat Nathan... Nathan was wel... Mooi compliment, hè? Zeker niet een mooi compliment, maar ik weet niet of ik het daarmee eens mag zijn. Met het mentaal sterkere. Dat misschien wel, of? Je bent... Ik denk wel dat ik... dat ik mentaal wel sterk ben, maar... Ik zou nog Edwig zeker niet mentaal niet sterk willen noemen. Ik vind de keuzes die hij heeft gemaakt en moeten maken, dat zijn keuzes die...
Dit zijn ook niet de gemakkelijkste. Wat bedoel je dan om te zeggen van ik ga niet aan een doping gaan? Ik vind het een enorm moedige keuze om te zeggen van ja, ik stop ermee en ik ga wel werken. Want ik wil niet op deze manier aan de sport doen. Dat is ook niet al een moeilijke Maar dat keuze. Heeft te maken met karakter. Hè? Hij had karakter en principes. Maar hij zei gewoon van als ik in een kopgroep zat. Hè, hij heeft een paar voorbeelden gegeven. Van ik zat met een kopgroep en ik dacht dat ik altijd de minste was. En het was vaak Jan Raas die mij moest komen zeggen van ja, maar Edwig, je hebt al die mannen al ergens geklopt. Jij kunt dat hier ook. Maar hij had dat wel nodig. Moest het hem iemand komen zeggen. Mm-hmm. En dan kon hij de klik maken. Maar hij zei, want anders twijfelde ik aan mijn eigen. En vond ik mijn eigen helemaal niet zo goed. Dat bedoelde hij met die mentale sterkte. Ja. En dan denk ik inderdaad dat jij meer weet van, dit kan ik. Hier ben ik goed in. Ja, misschien wel. Zeker bij de jeugd. Had ik wel, als ik in een kopgroep zat, dan dacht ik wel van ja, hier, dit is voor mij. Dit kan ik winnen. Die kan mij niet kloppen, die kan mij niet kloppen. Ik denk, bij de profs is dat wel afgenomen. Dan was ik wel heel, zeker in mijn eerste jaren, was ik heel geïntimideerd door alles wat er rondom mij reed. En dan toen reed ik bij BMC, waar dat eigenlijk een beetje het Visma Lease bike van toen was. Toen werd er echt meerdere krantenkoppen, het Real Madrid van de koers. Ja, zeker. Budget was geen probleem. Ze hadden Greg Van Avermaet, TJ Van Garderen, Quinziato. Cadel Evans was toen al gestopt. Richie Port. Alles zat daar. Hè. En ik had dan zo heel hard van ene van Quickstep. Ja, maar goed, als je bij Real Madrid in de kleedkamer dat komt. Dat besefte ik toen niet heel goed, volgens mij. En het is eigenlijk pas vanaf dat ik bij Jumbo kwam, dat mijn zelfvertrouwen terug een boost kreeg. En dat ik ook het gevoel had van, goh, ik kan een verschil maken in deze wedstrijd. Vanaf dat je dat vertrouwen hebt, dan blijf je de stappen zetten en dan. Want allee, dat heb je ook wel een keer gezegd. Van, het verschil tussen BMC, wat dan wel het Real Madrid van de koers was, en Jumbo Visma, de manier van aanpakken, het professionalisme, was een wereld van verschil. Hè? Ja, zeker weten. Zeker weten. Bij Nau Visma Leasebike is het echt de ploeg die het voor het zeggen heeft. En ze staan open voor alle meningen. Hè, en alles is open ter discussie, maar er is nooit iemand die echt zelf zegt ik wil dit en zo gaat het ook gebeuren. En bij BMC was het wel, was dat wel het geval eigenlijk. Ik denk ook als ze meer hadden kunnen halen uit die uit de kern bij BMC. Uit de kern bij BMC met de juiste begeleiding. En, maar ja, dat is natuurlijk ook, je spreekt over een tijdspanne van 5 jaar. Hè. 5 jaar of 6 jaar zelfs. Ja. 6 jaar vroeger was Lotto Jumbo was ook niet de beste ploeg van de wereld. Hè? Nee. Dat waren de slechtste ploeg van de wereld. Ja. Dat was het kneusje van het peloton. Ja, inderdaad. Blanco eerste, daar werd er mee gelachen. Ja, zeker. En nu zijn ze de beste ploeg van de wereld. En rijden ze de overwinningen om elkaar. Zegt, het is hier een stralend zonnetje. En ik was een beetje verbaasd dat je beenstukken mee had, Jonas, als voorwerp. Ja. Het is toch echt geen weer voor beenstukken? Waarom heb je die meegebracht? Wel, ik ga het vooral door Nathan laten doen. Maar ik heb dus effectief beenstukken. Wat je moet weten, wat dat er belangrijk is aan de beenstukken, is een logo. Het is hier wel heel klein, maar degenen die op YouTube kijken, gaan dat wel iets groter zien. Een logo van Agu. Nathan, leg uit, waarom de beenstukken? Waarom heb ik de beenstukken meegebracht? Met het logo van Agu. Omdat ik in ons interview vorig jaar verteld heb dat ik de beenstukken altijd droeg zoals Lars Boom. Verkeerd om eigenlijk. Het logo hoort langs de zijkant te zitten. En ik droeg het eigenlijk altijd met het logo groot langs de voorkant. Maar het is eigenlijk het kleine logo dat je hier ziet. Hebben wij op onze beenstukken. Bij Visma hebben wij groter, in het groot, in het wit, van voor erop staan. Of ja, bij mij alleszins van voor erop. Als klein manneke zag ik Lars Boom in zijn Rabobank. In zijn Rabobank trui, met zijn lang haar en zijn Giro helm. Zag er perfect geswaaieerd uit. Lars stond ook altijd heel veel en heel lang voor de spiegel, hè? Om er geswanjeerd uit te zien. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Want als ik mezelf zo snel aankleed, dan zie ik er niet zo geswanjeerd uit. Ik vond dat zo mooi altijd. En vanaf dat ik mijn aangekleding zag en ik zag dat logo, dan dacht ik van, ik draag mijn beenstukken zoals Lars Boom. Als een soort eerbetoon. Als een soort eerbetoon, ja. En sindsdien niet anders gedaan. Je wilt dat blijven doen.
Ja, ja, zeker, zeker. Bijvoorbeeld Wout, die draagt altijd met het logo langs de achterkant. Ja? Die kijkt op een heel zwart been. En, is dat bijgeloof of esthetiek? Geen flauw idee. Het zal esthetiek zijn, denk ik. Ja. Maar ik vond het cool. Ik moet zeggen, ik draag het ook met het logo van voor. Ik rijd meestal met beenstukken van BioRacer. Ja. Niet met Argen. Maar ik draag mijn logo ook van voor. Omdat als ik... Ja, je kijkt vaak toch naar je eigen benen. En dat wit logo, het zorgt voor... Ja, ik weet niet. Ja. Bij mij is het een ding dat dan zie ik mijn benen iets meer bewegen. Ja. Of ik weet het niet. Dus... Ik vond het altijd super cool dat Lars het deed. Ja, ze moesten het blauwe zijn, want daar heb je Rabobank met van die blauwe beenstukken. Ja, die hebben nog gevraagd, maar die waren nergens niet meer te krijgen. Niet zomaar. Maar Nathan, zo, ja, wielrenners en kledij en uitrusting... Wij zijn zelf amateur wielrennertjes. Maar zelfs wij zijn daarmee bezig. Het moet toch wel allemaal wat kloppen. Terwijl mijn vriendin zegt, de rest van mijn outfits, dat steekt allemaal niet nauw. Maar als ik een fiets opkruip, dan moet het kloppen. Maar wielrenners zijn daar ook mee bezig. Jij toch ook waarschijnlijk van outfit en bepaalde dingetjes die je hebt. Had jij zo dingetjes waar je echt, los van de beenstukken, van dat moet kloppen, zelfs op training en zo, dat... Vooral in de koers. Hè. Ik had altijd, als ik dan bijvoorbeeld Parijs-Nice ging rijden, dan zorgde ik ervoor dat ik witte sokken had. Voor de dagen dat het schoon weer was. En als ik dan een overschoentje aandeed, dan mochten dat grijze sokken zijn. Maar bijvoorbeeld een dag van de Ronde van Vlaanderen... Met grijze sokken bedoelde gewoon die al een paar keer gewassen waren? Ja, die al een paar keer. Geen A4 witte... De dag van de Ronde van Vlaanderen haalde ik altijd een nieuw pak eruit. En dan liet ik er altijd de dag ervoor rekenen mee. Dat ik wist dat het goed zat. Dan liet ik het wassen. En dan de dag van de Ronde van Vlaanderen koerste ik mee een nieuw pak. En dan had ik bij Ronde van Vlaanderen, bij Milan Sanremo, bij de monumenten. Belangrijke momenten, dan moest altijd alles nieuw zijn. En dat moest allemaal even nieuw aanvoelen. En ik heb ook veel pakken die ik nog één keer heb aangehad en die ik dan gehouden heb. Dus ik vind dat wel leuk, ja. Wie de speciaalste collega's die je ooit meegemaakt hebt van kledij, die speciale dingetjes hadden of speciale wensen of aparte zaken die ze meemaakten? Kan ook van Greg of zo, ik weet het niet. Ja, Greg had ook altijd wel witte sokken. Ja. Ook omdat hij altijd hele bruine benen had, dus dat stak dan nog een keer schoon af. Ja, maar dat is ook wel belangrijk, hè? Witte sokken op witte benen? Nee. En ik denk dat voordat ik bij de ploeg kwam, reed Lotto Jumbo en Visma, Jumbo Visma toen nog, reed met zwarte sokken. En ik denk dat Mike Teunissen en Wout van Aert ervoor gezorgd hebben dat witte sokken zijn geworden. En bij Wout klopt het ook altijd wel. Voilà. Hij zorgt er altijd voor dat hij er goed... Want hij stond ook altijd in de picture natuurlijk. Hè. Als die ene keer... Zo'n truigters tevoren aan doet bij zijn spreker staat op 10.000 foto's. Dus hij zorgt er altijd voor dat hij er heel goed uitziet. Maar we moeten dus Wout van Aert dankbaar zijn dat Jumbo Visma met witte sokken rijdt. Ja, en ik denk vooral Mike Teunissen eigenlijk. Ah, ja. Die was ook wel een klein beetje een ijdeltuit. En die zorgde er ook altijd voor dat hij er goed uitzag. Dus moest allemaal zwarte zijn. Zwarte sokken, ik ben bijvoorbeeld ook tegen. In het dagelijks leven wel, maar in de koersfiets nee. Nee, ik ben in het dagelijks leven... Draag je nu witte sokken? Nee. Nu draag ik grijze en niet van te veel te wassen, maar gewoon grijze. Nee, ik vind op de koersfiets horen witte sokken. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik denk, Lance Armstrong was een van die gasten die ervoor gezorgd heeft dat zwarte sokken plots... Zwarte schoenen? Ja. Ik vind zwarte sokken en zwarte schoenen, dat kan ergens nog. En zeker in het veld rijden kan het, maar eigenlijk hoort het niet. Eigenlijk hoort het gewoon wit te zijn. Ja, voilà. En schoenen horen ook gewoon wit te zijn, vind ik. Ja, al vind ik bij schoenen kunnen nog wel zo'n keer blauw of zo. Dat vind ik dan nog wel... Nou, dat trekt zo een heel bedenkelijk gezicht. Ik heb ooit Valentijn Madouas een keer met een blauwe schoen en een roze schoen zien rijden van Decathlon of zo. Ik weet niet welke schoenen meer ik had. Dat was Beatwin of zo. Toen dacht ik echt van die zouden ze gewoon moeten schorsen. Ja, kijk. Maar inderdaad, voorkeur, witte schoenen, witte sokken. Daar kunnen we het wel over hebben. Je ziet er nu ook piekfijn uit. Ik heb mij ook laten vertellen, eigenlijk moet je een kraagje dragen, hè, op een golfclub. Vaak wel, ja. Dus daar heb je rekening mee gehouden. Maar in de filmpjes van Mats
Palink is het. Mats Palinks, ja. Ja. Palinks viel mij ook op dat jij toen, als belofte, ook een... ik dacht een Kenzo-trui droeg zo. Van. Kunnen, ik dacht ja, van, ja, ja, die, ja, die is daar wel mee bezig. Hè, zo van. Ja, dat was toen dat is de invloed van mijn vrouw geweest. Die, die houdt heel, heel hard van leuke kleren. Ja. En die zorgt er altijd voor dat ik er, dat ik er goed uitzie. Of ja, dat probeert ze toch. Ja. Dus je had de trui niet zelf gekozen, het was zo... Het zou in samenspraak zijn geweest, ja. Ah, ja. Ja. Nee, maar ik vind dat... Ja, als renner draag ik natuurlijk 200 dagen per jaar een joggingpack. Hè? En de dagen dat ik dan een keer buiten kom en uit eten ga of vandaag met jullie afspreken, ja, ik voel me gewoon beter als ik gewoon deftige kleren draag. En ja. dat hoeft geen Armani of Gucci te zijn, maar gewoon normale deftige kleding. Ik vind dat... Ja. Ja, ik voel mezelf daar beter in. En nu ook. Nu draag ik eigenlijk bijna geen joggingpakken meer. En gewoon deftige kleding, ja. Je hoort dat ook altijd op het gala van de Flandriën. Als daar renners naartoe komen. En rensters ook bijvoorbeeld. Hè, Lotte Kopecky met haar prachtige jurken. En ze zegt dat ook van, ik vind dat gewoon eens plezant. Want inderdaad, anders loop je altijd maar in training, ja, sportkledij. Zeker, zeker. Ja, vind, dus, ik wel. Vind ik wel. Goed, wij gaan even een sanitaire stop doen. Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie. Goed, voilà, we zijn terug en we gaan terug een voorwerp vragen aan Nathan. Ik dacht dat jij het volgende voorwerp, dat het ergens rond jouw vinger zit of zo, kan dat? Ja. Met een trouwring. Trouwring, ja. Heel belangrijk. En er hoort nog iets bij, Nathan. Er gaat nog iets anders ook... Nee, het dingetje, hè. Doe dat maar samen, hè. Ja, dat is eigenlijk allemaal redelijk kort op elkaar gebeurd. Hè. Mijn vrouw en ik zijn getrouwd op 19 augustus. En ik hoop dat ik het goed zeg. 19 augustus. Ja, dat is gevaarlijk. Staat het er niet ingegraveerd? Ja, het staat er niet gegraveerd, maar ik moet niet gaan kijken. Want nee. Ik ben echt heel blij dat er bij mij ingegraveerd staat. De datum onthoud ik heel makkelijk, dat is 31 augustus. Maar voor het jaar moet ik toch meestal hem uitdoen, als ik hem over mijn vinger krijg, en toch een keer gaan spieken. Dus daarom doen ze dat? Ik denk dat ze dat daarom doen, ja. Ja, Arjen Lam staat er ook ingegraveerd, maar die ga ik zeker niet vergeten. Stel nu voor... En dit is het eigenlijk het soort geboortebandje van Alessio op 21 september. Ja. Dus een maand van elkaar eigenlijk. Hè. En, ja, en het is zelfs nog gekker. Hè. Dus je trouwt, dan krijg je die hartstilstand. En dan eigenlijk een week, anderhalve week later, wordt Alessio geboren. Ja, inderdaad. Inderdaad, ja. 19 augustus ben ik getrouwd. En dan een maand later is onze zoon geboren. Dus dat is echt... En daartussen? Daartussen is mijn... Ja, daartussen heb ik 10 dagen ik weet niet, 9 dagen in het ziekenhuis gelegen. Met een hartstilstand. Dus dat is echt allemaal op een rollercoaster van gebeurtenissen. Hè. Als je daar dan een Tour de France voor plakt, dan is het helemaal... gek. Dat is onwaarschijnlijk, hè? Dat gebeurt in fictiereeksen, zie je dat niet gebeuren. Ja, als je een boek wilt schrijven, kun je niet verzinnen. Ja. Denk ik. Zo korte tijd, zoveel emoties. Ja, zeker. Ja, voor mij van de grootste vreugde naar het de diepste dalen eigenlijk. En er weer uit. En terug naar de grootste vreugde. Dat is echt, dat was... Ja. Bijna onbeschrijfelijk. Ja. Ik kan natuurlijk zeggen... Logisch, wij zouden hier allemaal de lofzang steken over onze vriendin, over onze vrouw. Maar bij jou gaat het echt wel heel diep. De schoonfamilie, Alicia, is ook heel belangrijk voor jou. In de zin van, we hadden het daarnet in het begin van de podcast over de positiviteit. Mm. Waarmee jij, ondanks wat er gebeurd is, in het leven staat. Dat gaat wel allemaal voor een stuk terug naar haar. Leg eens uit waarom zij echt zo belangrijk is. Waarom het niet gewoon maar is, omdat het hoort. Hè? Ja. Motiveer het eens. Ja... Alicia, die, toen wij elkaar leerden kennen, die kende niks van de koers. Die interesseerde haar ook helemaal niet. Ze vond het altijd heel interessant wat ik deed. En ze interesseerde zich heel hard in mijn stukje wielrennen. Maar ja, die wist niet wie dat Wout van Aert was. Of die wist niet wie dat Greg van Avermaat was. En dat maakte haar ook niet uit. En dat maakte hem ook net mooi, vond ik. Maar zij heeft me wel altijd gesteund in alles wat ik deed eigenlijk. Als ik zei, ik ga op hoogtestage naar Livigno 3 weken. En die zei van, oh ja, ik ga wel mee. Ja. We kunnen gaan wel lekker samen. En dan kan ik voor jou koken. En dan kan jij lekker fietsen. En, zo, want zo noemt het ook. Hè. Ze noemt het gewoon fietsen. Hè. dat is mooi eigenlijk. Ja, en ik heb...
Ik heb heel veel gekregen van haar. In de zin van mogelijkheden. Zij bleef thuis voor mij, om voor mij te zorgen. En het moment dat mijn carrière eigenlijk ontnomen werd, kreeg zij haar alles wat zij wou. Zij kreeg onze zoon ervoor terug. En als ik dat nu zie, hoe dat zij omgaan met onze zoon. En af en toe loopt te klagen dat hij niet doorslaapt en dat ze moe is, maar toch alles ervoor blijft doen. Dan ben ik een heel trotse partner en een heel trotse man. En ik kan wel. Iedereen kan hier over zijn vrouw komen zeggen waar dat die. De beste vrouw ter wereld is. Maar ik denk dat Alicia en ik zoveel samen meegemaakt hebben. We zijn ook samen een zoontje verloren. En dan nu het geluk van ons zoontje bij ons te hebben, dat is het schoonste dat er is, denk ik. Ja, want dat is een moeilijk onderwerp, hè? Je zoontje dat je verloren hebt. Maar daar heeft ook Alicia gezegd van, we gaan dit op een zo positief mogelijk proberen aanpakken. Ja, ook daar was zij degene die zei van, we krijgen hem eindelijk te zien en kunnen hem even bij ons hebben. Ja, hij werd doodgeboren. Ja, inderdaad. En ik keek er heel hard tegenop. Ik had zoiets van, ik weet niet of ik dat wil. Dat was voor mij heel onwennig. Zij tasten ook in het duisteren. Zij wist ook niet hoe dat ging zijn. Maar ze zei wel van, we krijgen nu wel eindelijk onze zoon te zien. Ja. Ook al was hij toen al overleden. Ja. Mijn vrouw en ik, we hebben toen 3 fantastische uren. Het voelde als 3 weken, bij wijze van spreken, met onze zoon gehad. Waardoor dat het toch tastbare herinneringen hebt. Je hebt hem gezien, je hebt hem kunnen vasthouden. Ja, inderdaad. Ja. En dat was voor mij onbetaalbaar. En daar ben ik ze eeuwig dankbaar. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ook dat heb je dan in een andere podcast gezegd. We hebben hem begraven op 31 december. Maar ook om dat nieuw jaar te kunnen ingaan. Niet omdat we dat wouden vergeten of zo. Nee. Dat zeker niet. Maar dat was dan ook weer zo. Zullen we dat dan op 1 januari doen? Nee, dat gaat niet, want dan werkt er niemand. Dan moet het op 2 januari. Dan moest het weer een dag uitstellen. En we wouden het eigenlijk gewoon. We wouden het gewoon afronden. Niet om hem te kunnen vergeten, maar wel om voor te kunnen. Ja. En, we hebben op 31 januari hebben we onze zoon dan begraven. Samen met onze familie. Enkel onze ouders eigenlijk. En de ouders van mijn vrouw. Ja. En vanaf dan zijn we ook echt vooruit gaan kijken. En we zijn ervan blijven houden natuurlijk. En nog altijd. Ja, want dat vind ik wel mooi gezegd ergens ook. Van, wij zeggen tegen onze zoon nu, Alex, van, je hebt een broertje, het zijn de kleren van je broertje. Vond ik heel mooi. Ja, maar dat is ook gewoon zo. Wij doen nu de eerste keer kleertjes aan die 3 jaar geleden gekocht zijn voor onze zoon. En ik wil hem zo ook opvoeden. Ik wil ook, je hebt een grote broer. Ja. Wat dat heel mooi, wat dat ik fantastisch mooi vind. Zeker. Ook jouw schoonfamilie, zo zeggen we het in Vlaanderen en in België, ik weet niet of dat ze Nederlands zijn, want dat valt ook wel op je natuurlijk. Jouw vrouw is Nederlandse, schoonfamilie is Nederlandse, gekoest in een Nederlandse ploeg. En zo stilaan begin jij toch een beetje Hollandser te praten, hè? Ja hoor. Vandaag valt het goed mee, maar het valt inderdaad op als je Nederlandse journalisten hebt. Zeker. Dan klinkt de afhankelijk van waar je. Dan ga ik echt een beetje Nederlands praten. Ja. Dan probeer ik een beetje beter te articuleren. Ja. En wat is dan de voertaal thuis? Is dat Vlaams? Is dat Nederlands? Ik spreek Nederlands. Ik spreek gewoon Vlaams tegen mijn vrouw. Maar als ik bijvoorbeeld een avondje ben gaan golven met mijn vrienden, dan zegt ze van kom, ietsjes minder Nederlands praten. Nee. Ietsjes minder bij Vlaams praten. Ah, is waar? Dan verval ik in mijn dialect eigenlijk. In wat dat gewoon oude gewoontes zijn eigenlijk. Wat een mindfuck eigenlijk. En dan kom ik thuis en dan zeg ik in plaats van gaan, zeg ik dan gaan. Snap je? Dan zegt ze, als ik tegen mijn vrouw zeg gaan, gaan we naar een restaurant of zo, dan zegt ze, het is normaal.
En wat ik mij ook afvraag, zo bij de schoonfamilie, ik heb dat ooit meegemaakt met de West-Vlaamse schoonfamilie, maar heel in het begin zijn er dan zo misverstanden ontstaan door enerzijds het Vlaamse woorden of zo, of Nederlandse woorden, grappige dingen die verkeerd begrepen zijn of zo? Nee, of die, dat niet, want ik gelijk Alicia, haar grootouders, die zijn best oud, maar nog steeds jong van geest, maar als ik daarmee praat, dan doe ik echt mijn best om op een goede Nederlandse manier goed te articuleren. Want als ik daar gewoon Vlaams tegen spreek, die weten echt niet wat er gebeurt. Die zeggen gewoon ja. Die hebben er niks van begrepen. Die begrijpen er niks van, maar die zeggen gewoon ja. En ik ben heel veel op pad met Alicia's grootvader. Wij doen heel veel dingen samen. En dan is het gewoon echt de Nederlandse Nathan. Volgend voorwerp? Ja, volgend voorwerp. Wij hebben niets meer, dus het zal van Nathan moeten komen. Ja, hij heeft het aan zijn pols, hè. Je deed daar net al half teken. Ja, een horloge. Dat heb ik... Hier hecht ik ook enorm veel waarde aan. Dat heb ik gekregen van mijn ploeg, van mijn ex-ploegmaat. Welk horloge is het? Het is een Omega Seamaster. En daar de golfeditie van. Dus, De golfeditie, wat moeten we daar dan... Een klein beetje groenachtige plaat. Het is niet dat de wijzertjes golfclubs zijn? Nee, het is gewoon heel klassiek. Een heel mooi uurwerk, vind ik. En dat heb ik gekregen van... Een elftal ploegmaten volgens mij die allemaal samengelegd hebben om mij dit cadeau te geven als afscheidscadeau eigenlijk. En dat heb ik van Wout heeft mij overhandigd op de cross in Hulst. Ik wou graag nog eens komen kijken en hij zei ja, dat is goed, ik regel wel kaarten voor jou, moet je even langskomen in de bus. Dus ik dacht oké, in de bus langskomen is goed. Voor de gezelligheid dacht ik gewoon een koffietje, een beetje praten, een beetje bijpraten. En daar gaf hij mij dit horloge. Dat was echt, draag ik enorm graag. En echt ik super veel waarde. Dan staat ook nog iets persoonlijks ingegraveerd, wat ik echt heel mooi vind. Ja, zeker weten. Wilde zeggen wat er in gegraveerd staat aan Nathan, of is dat te privé? Nee, dat is tussen de ploegmaat. Mooi. Je zegt wel, een elftal ploegmaten, dan denk ik, Smit, Jumbo-Visma heeft toch meer dan 11 renners? Wie heeft er niet bijgelegd? Je hebt dat altijd op het werk. Dat is wel een beetje de kopmannen natuurlijk. En renners waar ik vaak mee gekoesterd heb natuurlijk. Hè. Vaak mee op hoogtestage ben geweest. Die vonden het nodig en die vonden dat ik dat verdiende en dat vond ik super mooi. Ja, zeker weten. Ja. Want het is inderdaad wel, en ik vind het goed dat het draagt. Sepp van Marken bijvoorbeeld, weet ik van, die heeft ook ooit een horloge gekregen van Alberto Bettiol. Ik denk dat het een Rolex was. Wow. Een heel mooi horloge, zei hij. Maar zegt hij, ik durfde dat niet dragen. Ik vond dat te kostelijk. En dus hij heeft dat nooit in het openbaar gedragen. En dan is er bij hem thuis ingebroken. Oh nee. En was het horloge gepikt? Ook het hoort daar dan zo'n echtheidscertificaat bij, waardoor ze kunnen aantonen dat van u geweest is en dergelijke. Ook dat hadden ze meegenomen. En Sepp zonde. Zei, ja, en Sepp zei van, dat deed mij zoveel hartzeer. Ten eerste, dat was ook een cadeau van een ploegmaat. Ja. Hè? En zegt hij, dan had ik het ook nog nooit gedragen. Stom. Ja. Stom, hè? Kijk, ja. Dus blijf het vooral elke dag dragen. Ja, zeker weten. Ik denk dat dit, als Alessio oud genoeg is, dat hij het af en toe eens mag dragen. Dat is dat ik nooit niet weg doe. En altijd blijf koesteren, zeker weten. Ja. Want hoe ging dat van de jaren? Je bent al een paar keer bij de ploeg geweest. Ik neem aan dat niet de makkelijkste momenten zijn. Nee, ik heb nu eigenlijk de eerste keer afgelopen weekend hospitality werk gedaan voor de ploeg. En dan ja, vooral duidelijkheid. Juist het openingsweekend. Ja, want we weten niet wanneer dat dit gaat uitgezonden worden. Ja, openingsweekend. Het openingsweekend heb ik net 2 dagen hospitality gedaan. En met onze gasten rondgereden. En of mensen die eigenlijk op de website van de ploeg kan je ook een hospitality pakket kopen. En dan mag je een dagje mee. Ja. En dan als je geluk hebt of pech hebt, ben ik uw chauffeur. het is te zien hoe goed dat jij als chauffeur bent natuurlijk. Ik heb geen klachten gekregen, dus ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Maar dat was zaterdagochtend, had ik het heel zwaar. Ja. Toen dacht ik echt van, ik blijf gewoon in bed liggen. Ja, maar ik kan me dat voorstellen. Maar toen dacht ik toch van, ja, god,
mag misschien niet vloeken, maar toen dacht ik toch van, ik moet gewoon door. Ik kan gewoon niet, niks blijven doen. Dus dan ben ik opgestaan en gaan ontbijten. Is dat dan in het hotel bij de renners? In het rennershotel, ja. Bij de staf aan tafel, wat logisch is, want ik ben gewoon niet meer bij de renners. Hoe moeilijk is dat, Nathan? Want dan vraag ik mij af. Hartverscheurend, hè? Ja, je ziet uw ploegmaats daar zitten. Je weet nee, eigenlijk... Ik heb ervoor gezorgd dat ik weg was voor de ploegmaats waren. Oké, okay. Want dat zou het nog moeilijker gemaakt hebben. Ja, zeker. Ja. Ik heb ze ook een beetje gemeden voor de start. Ik ben daar nog wel... ik stond daar met de gasten... klaar eigenlijk om te vertrekken. De renners kwamen naar de bus en dan heb een kort praatje gemaakt met die jongens. Dat vond ik dan weer wel leuk. En dan ben ik nog even op de bus geweest en... Ja, de ploeg was ook heel, heel blij dat ik er was. En dat was ook dan weer hartverwarmend. Hè. En dan, vanaf dat ik bezig was met die mensen, dan ging dat wel. Dan had ik het wel naar mijn zin. En dan probeerde ik ook weer, ja, zo zit ik dan ook in elkaar, dan probeer ik die mensen een leuke dag te bezorgen. Ja. Want daarvoor ben ik daar tenslotte. Hè. Maar dat is goed dat die afleiding er is. Ja, inderdaad. Hè. Zeker weten. Maar het had nog meer pijn gedaan, moest ik het openingsweekend van op mijn bank... Gewoon thuis in de zetel? Thuis in de zetel moeten bekijken. Dan had ik niet gekeken, daar ben ik zeker van. Als je mij dan gevraagd had van hoe is de koers geweest, had ik het echt niet geweten. Ja. Maar ik ben dan... op zondagochtend ging het eigenlijk al stukken beter. En toen won Wout de koers en toen zag ik Wout na de koers. Ik stond eigenlijk bij Wes en Sarah en die wandelden naar voren om snel bij Wout te zijn. En ik bleef eigenlijk een beetje staan, want ik dacht van, dat is niet meer mijn moment eigenlijk. Ja. Toen zag hij mij toch nog. En dan, riep hij er toch u bij. Ja, dat was ook weer heel speciaal. En ook weer iets dat ik niet meer wou vergeten. Ja. Maar dat maakte het ook weer wel compleet, vond ik. Ja, ik kan me voorstellen het was heel raar, maar het was wel juist. Ja, want ik neem aan inderdaad, je ziet die ploegmaats daar vieren. Ja, dat moet hartverscheuren. Ja, maar het leuke eraan is ook dat ze blij zijn van mij te zien en mij ook daarin betrekken. Ja. En dat vind ik echt mooi. Ja. Ja. Ik weet niet of dat in andere ploegen zo gegaan was. Bij sommige ploegen zeker niet. Nee, ik denk als ik bij Astana gereden had bijvoorbeeld, hadden ze gezegd... hadden ze misschien nu gestuurd van... Wat heb je gedaan van het weekend? Ze hadden me er niet bij betrokken. En ja, Visma betrekt me er echt bij. En dat vind ik echt heel leuk. Ja. Ja. Pas op, want straks krijg je nog een telefoontje van Vinokourov. Van, hallo, als hij onze podcast gehoord heeft. Nee, maar ik denk dat wel heel belangrijk is. Je hoort dat van de renners bij Visma Lease Bike. Maar je hebt dat ook bij Soudal Quickstep. Hè, dat toch een familie, een vriendengroep is die elkaar niet zomaar... laat vallen. En ik vind dat wel heel belangrijk. Ik denk dat dit horloge daar ook echt... Ja, beetje het tastbare van deel zijn van de familie. Ik denk dat goed weergeeft eigenlijk. Ja. En ik denk dat het ook makkelijker maakt om voor elkaar te rijden. Hè, samen winnen bij Visma Leasebike, moeten we nu zeggen. Maar ik herinner mij ook... Nicky Terpstra vertelde mij dat. Hè, jarenlang... deel van de Wolfpack, gaat dan naar Total Energies en hij valt daar, ik weet niet in welke koers, dat hij heel zwaar valt van alles. In Ronde van Vlaanderen? Ja. En zijn ploeg laat hem daar echt in de steek. Allee, ik bedoel, het is Soudal Quickstep dat zijn vrouw heeft opgevangen, dat gebeld heeft van, kom hier bij ons in het hotel, blijf hier slapen, wij regelen ook vervoer en dergelijke. Ja. En Nicky zei van, ja, dat zorgt ervoor dat ik voor altijd een wolf ben en dat ik Patrick Lefevre en co eeuwig dankbaar ga zijn, want dat hij bij Total Energies aan zijn lot werd overgelaten en zijn madame, wat eigenlijk nog erger is. Hij apprecieerde dan nog veel meer omdat zijn madame daar in een warm bad vol genegenheid kwam. En ik denk dat ook bij Visma Leasebike is. En je moet inderdaad dan je polletjes kussen als renner van, ja, ik kom hier terecht. Ja, en zeker net weten. Niet elders. Zeker weten, ik ben... het was als renner een... een zegen om daar te mogen fietsen en te mogen werken tenslotte. En ik denk als nu gewone werknemer ook eigenlijk. Wordt niet aan mijn lot overgelaten en ik word overal bij betrokken. En ik moet maar vragen en het kan. Ja, ze laten je inderdaad niet vallen.
Michael, wij hebben hier zo een paar dingetjes opgeschreven, hè, ter voorbereiding. En er is één anekdote die we sowieso moeten vertellen, dat mij intrigeerde. Er is een heel bekende foto vorig jaar in een tour, de foutgelopen fietswissel. Foto, het filmpje. Er is een filmpje, maar er is ook zo'n foto. Een screenshot die ze daarvan gemaakt hebben. Waar dat de, denk vier Jumbo-Visma-renners overal in het beeld ziet. Die allemaal de juiste fiets aan het zoeken zijn. En we hebben ons laten wijsmaken. Het is toch zo. Nathan, jij was indirect een beetje de verantwoordelijke voor de chaos. Ik was zeker onderdeel van de chaos. Ja. Ik denk dat Jonas het mij niet kwalijk neemt als ik zeg dat hij de verantwoordelijke was van de chaos. Want, het is daarmee dat ik zeg indirect, omdat... Ja, ik reed achter Jonas en Jonas en een ketting gaat er vanaf. En ik zeg tegen Jonas, stop, ik kan hem maken. Maar we hadden er zo op gedramd van, als Jonas iets heeft of Primoz iets heeft, moet er gelijk van fiets gewisseld worden, maar... Ik kon Jonas ook begrijpen dat hij helemaal in paniek was, want hij wou presteren. En hij besefte, ik kan vandaag een Tour verliezen. Hè? Niet winnen, maar wel echt verliezen. Nou, hij springt gelijk op mijn fiets. Hoe groot zei de gij, Nathan? Ja, 1,93. Hoe groot is Jonas Vingegaard? Ik zou toch zeggen 20, 30 centimeter kleiner. Ja. Dat is een probleem. Hij kon dus amper met zijn tippen aan de pedalen. Ja, inderdaad. Waardoor dat de chaos ontstond natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Dat was... Ja, ik zeg het, ik ben zo blij dat er geen beelden zijn van mij op de fiets van Jonas. Want ik ging zitten en ik dacht echt, ik zit met mijn gat op de achterwiel. Echt, ik ga er gewoon achter zitten. Dat is echt alsof dat op een kinderfiets kan plaatsen. Ja, ik heb toen gesprint, al rechtstaand, totdat ik die auto zag. Ja, hij stopte links van de weg, ik en ook naar de linkerkant van de weg. Hij steekt over, ik pak mijn eigen fiets terug. Steven Kruiswijk erbij, Sepp Koes erbij, dat was echt... Ondertussen passeren er nog... Ja, die Wout was gelost toen, die kwam terug. Dat was echt... mijn kop ontplofte. En toen dacht ik moet gewoon mijn fiets terugkrijgen. En als ik mijn fiets heb, dan kan ik beginnen achtervolgen. En ja, Jonas moet terug. Dus ik was erbij. Tish was erbij, geloof ik. Ik denk... Was Wout er dan ook niet bij? Oh, nee, Wout die hem laten terug? Tish en ik waren al op kop aan het rijden voor Jonas. Toen heeft Wout gewacht, dat hij er bijna bij was. Ondertussen was Primoz gevallen. Ja. Ben ik... heb ik bijna het gat dichtgereden met Tish, Wout en Jonas tot bij het peloton. En dan is Christophe en Wout hebben zich dan ontfermd over Jonas. En ik en Tish over Primoz. Ja. Dus dat was echt... Dat was een dag ervoor hadden wij de koers gedomineerd. Voilà. Won Wout. Dat was mijn mooiste moment op de fiets, trouwens. Daar gaan we het zo nog even over hebben, En de dag nadien kregen we deksel op de neus. Ja, want daar kan jullie Tour afgelopen zijn, hè? Als het een beetje slechter afloopt. Ja, zeker. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. En wel, kijk, je begon er zelf over, hè? Over dat mooiste moment. Ook dat hadden wij aangestipt, hè? Ja. Cablané. Ja, zeker. Dat was... Vierde etappe van de Tour. Er ligt een klimmetje. En ja, jullie... bombarderende koers waar wij ook, ik zat toen in de Tour, het totaal niet verwacht hadden op de meest indrukwekkende wijze die het maar kan. En uiteindelijk, ja, Wout rijdt weg, wint. Maar, in de gele trui. Die beklimming was, en de aanloop naar de beklimming was fenomenaal. Ja. Niemand had dat zien aankomen. Na 3 tweede plaats. Ja. Voor Wout. Had ik hier toch wel zoiets van, dat was mijn eerste Tour en ik wou het goed doen en ik wou mezelf bewijzen en ik wou aan de jongens laten zien van ik ben hier omdat ik iets waard ben. En dat liep toen allemaal geolied. Ik was supergoed. Tish nam het over. Die vloog omhoog en Wout zette de puntjes op de i. Want normaal gezien was de bedoeling dat Jonas daar effectief Wout kon volgen. Tijd zou nemen voor het klassement. Ja. Dat was initieel het plan, maar... Ja, Wout heeft daar gewoon goed op gereageerd en de juiste beslissing gemaakt in een fractie van een seconde. En de koers gewonnen. Ja. Jij hebt me dat vorig jaar ook verteld. Laat u dan echt afzakken. Want je zat in een groepje. Ja, inderdaad. Ik was eigenlijk gelost en ik ben afgezwaaid op 500 meter van de top of zo volgens mij. En de renners reden mij voorbij en... Over de top komt er nog een geloste groep bij mij en ik piek even aan. En ik hoor Wout 30 seconden. Wout 25 seconden, terug 30 seconden. En ik kreeg zo telkens updates een beetje mee. En begon dan een ex-ploegmaat van mij, Kamil Gradek, die begon tegen mij te praten. En ik dacht van ja,
ik zeg sorry, maar ik heb geen zin om te praten. En ik heb mij toen laten afzakken en alleen, ik heb toen alleen gefietst eigenlijk voor de rest. En toen heb ik echt gevoeld van de emoties van het winnen eigenlijk. En ook, ja, alles wat er ervoor gebeurd was, want het was... Ja, wij waren onze zoon verloren en ik... Ik had toen getwijfeld van, moet ik wel nog fietsen? Ja, tuurlijk. Ik dacht van ja, het was mijn vrouw die mij er aan bovenop hielp en... Ja, allemaal voor, ja, misschien uit een tour. En dan toch, dat is toch het summum van het wielrennen eigenlijk. Hè. Ik dacht van, als ik nu uit een tour zou kunnen rijden. En op die moment was ik dan nog niet eens zo erg met mezelf bezig. Maar vooral met van, je weet wat Wouter allemaal voor doet. En die wilt het zo graag en je wilt hem erbij helpen. En dat lukt dan eindelijk. En ja, dan komen al die emoties in één keer. Dat is allemaal zo, al die emoties komen in één keer boven. En dan, ja... En dan wenend op de fiets. Dan zit het te janken op de fiets. En dan op een gegeven moment hoorde de tweede volgwagen komt dan bij u. En die zijn dan ook laaiend enthousiast. En dan kun je even met hen... Ik was dan blij dat ik een hele grote zonnebril op had. maar dan kun je even met hen vieren. En dan... Ja. Maar zo'n intens moment moet dat geweest zijn. Hè? Dat vreugde, verdriet... mensen zeggen soms de film van mijn leven of jaar passeert op dat moment. Maar dat... Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt een super mooi moment moet zijn. Ja, dat was een heel mooi moment. Heel mooi moment. Het was ook... je werd ook naar de finish geblazen, maar het was vol wind mee. En het ging allemaal van... Het was echt zo... Ik heb het gevoel dat ik niet heb moeten trappen van de top van die klim tot aan de finish eigenlijk. En ik weet dat ik toen Wout nog even kon zien, hè, want hij was al bij de prijsuitreiking of was al op de rollen aan het rijden. En ik kon dan toch nog even naartoe en dat was... Ja, voor zulke momenten doe ik het. Of deed ik het. Ja. Dat was... Ja, ik hoefde niet zelf in die spotlight of zo. Maar ik wou gewoon dat mijn kopman won. Was dat Wout, Primoz of Jonas, dat maakt me niet uit. Maar zolang dat mijn kopman maar won. En, ja. Dat was het belangrijkste. Ja. Het is ook veelzeggend. Doe ik. En dan moet je jezelf verbeteren naar verleden tijd. Ja, inderdaad. Gevoelde je hoofd nog altijd renner? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ja. Ik besef ook dat ik dat niet meer ben. Maar alsnog, ik was ook heel blij dat ik die mannen van het weekend een eerste bidon kon geven. Ja. Toen dacht ik van, oh, ik heb toch iets kunnen bijdragen. Ja. Dat vond ik heel leuk. Ja. Zeg, wat ik mij afvraag van die Tour de France, want ik zat er ook in, dat was een fantastische Tour de France. Ik weet, jullie hebben ook kritiek gekregen van wat doen ze allemaal. Het was apart hoe jullie het aanpakten. Maar Tadej Pogacar, die moet toch heel vaak gevloekt hebben op jullie. Van geen moment hebben jullie hem met rust gelaten. Zelfs daar beginnen jullie aan te vallen enzovoort. Ik vraag mij ook af hoe jullie naar Tadej keken. Want je hebt ook ergens op een bepaald moment een anekdote verteld van de droge komiek, Roglic. Ik zie dat een beetje als een droge komiek. Dat jullie van, ja, hoe gaan we Pogacar kloppen? Hoe gaan we hem slopen enzovoort? En dat dan Roglic zou gezegd hebben van... Oh, we just have him to destroy him, hey? Ik zie het hem zo zeggen. Hoe gaat dat in die ploeg? En inderdaad, iemand als Roglic kijkt daar dan waarschijnlijk op een heel aparte manier tegenaan. Hè? Naar zo de concurrentie. Ik denk dat wij met heel veel bewondering naar Tadej kijken. En we ook heel goed beseffen hoe sterk dat hij is en wat hij allemaal kan. En dat we echt onze A-game moeten hebben om hem te verslaan. We moeten natuurlijk elke kans benutten om tijd te kunnen nemen. En eigenlijk de dag nadien in de Roubaix-rit was ook weer een uitgelezen kans om tijd te nemen. Dat is dan mislukt, maar dat hoort gewoon bij een plan. Ja, je kunt je plan maken, maar dat wil niet zeggen dat het gaat lukken. En dan hadden we wel het vertrouwen dat we in de Alpen echt wel een groot verschil zouden kunnen maken. Als Primoz en Jonas op hun hoogste niveau waren. En eigenlijk had Primoz toen al zoveel pijn dat hij 3 dagen eerder had kunnen afstappen. Maar toch, omdat hij heeft toch doorgezet. Maar die deel was van de ploeg en deel was van het team. Besefte hij dat hij een cruciale rol kon spelen in die etappe. En, dat heeft hij dan? Dat heeft hij met glans gedaan eigenlijk. Hè. En zo hebben wij de basis kunnen leggen om te verdwijnen van de Tour. Ja, klopt het? Want Primoz heeft dan opgegeven. Wij dachten, als je de Netflix-documentaire zag... De Jumbo-documentaire, daar werd er heel weinig aan vuil gemaakt. Maar hij is blijkbaar niet opgedaagd op het feestje op de Champs-Élysées achteraf.
Nee. Maar dat staat in het boek, het plan. Hè. Het is niet dat we iets nieuws onthullen. Dus nee. Dat wordt wel gezegd van, we vonden dat jammer. En dat wordt daar wel met zoveel... Ik denk dat Merijn was die het zei, of in het boek. Wordt het wel gezegd van, ja, we vonden dat wel jammer. Dus dat, het is wel een beetje een apart karaktertje in die ploeg. En dat vond men dan blijkbaar toch een jammer moment. Ja, ja, ik denk... Ik begrijp dat dat jammer is. Ik zelf zou het ook jammer gevonden hebben, moest hij er niet zijn geweest. Maar ik denk dat Primoz toen al bezig was met het volgende. Ja. Ik denk dat hij toen al bezig was met... Ik ga naar de Tour. Naar de Vuelta. Sorry. Ja. En zo zit hij gewoon eenmaal in elkaar. Ja. Toen hij in 21 uit de Tour valt... Was die bezig met de Olympische Spelen. Ik ga de Olympisch kampioen tijdrijden worden dan maar. Ja. En hij doet het, hè. Ja. Ze biedt de klik. Ja, inderdaad. En misschien ook denken van, ja, ik was er niet bij op de Champs-Élysées. Ik moet niet mee gaan feesten. Allee, ja, dit is niet mijn feestje. Ja, maar het is ook, ja... Het is een blijvende topsporter, hè. En een dag niet getraind is een dag verloren. En zo staat hij er waarschijnlijk in. Dus ik denk dat heel typerend is voor de persoon. Primoz. Ja, de atleet Primoz, maar ja, de persoon Primoz is volgens mij een andere persoon. Ja. Nee, want ik herinner mij ook dat hij zei van Primoz. Ja, het is een speciale kopman. Je hebt de eerste keer voor Primoz geknecht in de Vuelta, pijs ik. Ja. Maar dat zei, op een moment moest ik me echt kwaad maken van... En nu gaat hij mij volgen. Ja, zeker. Hij had heel hard zijn eigen idee van... Ik kan beter een klein beetje op de achtergrond blijven. Want dan moet ik niet te veel energie spenderen. Kan ik wat meer sparen. Wat dat klopt, maar als er iets fout gaat, ben ik verantwoordelijk. En kan hij tijd verliezen. En werd er in de tweede etappe, de dag na de tijdrit... Werd er gevallen op 5 van de meter en zat hij er net achter. En toen heb ik gewacht en heb ik gezegd, nou blijf je in mijn wiel. En zijn we volgens mij in het wiel van Dylan van Baarle en Bernal hebben we de laatste bocht genomen op iets meer dan een kilometer. En toen was ik zeker van, oké, nu kun je wel een klein beetje gas terugnemen. Want nu met die 3-seconden regel verlies je geen tijd niet meer. Maar ja, ik was... Met Jonas ging dat veel gemakkelijker, want daar moest ik gewoon tegen zeggen. Eigenlijk moest ik er niks tegen zeggen. Ja. Die volgde mij gewoon. Ja. Dat was heel gemakkelijk. Ja. Maar er is wel inderdaad, want Roglic heeft al veel tegen de grond gelegen. Die heeft al heel wat verloren. Hij heeft al heel veel gewonnen, maar hij heel wat verloren ook, omdat hij gewoon viel. Ja, zeker weten. Had hij meer in uw wiel moeten zitten, gewoon uw blindelings volgen? Want Jonas heeft nog niet veel gevallen. Nee, dat klopt. Ik denk dat bij Primoz ook al een aantal keer gevallen is nog voordat ik erbij was. Mm. Hè? Ik had dat niet eigenhandig kunnen oplossen. Ik denk dat misschien wel echt gewoon meer tot hem moest doordringen. Van, je kunt beter iets meer tijd in energie verliezen en veilig zijn dan dan te ver van achteren en wel tijd verliezen. Dus ik hoop en ik denk dat bij Bora nu al anders zal zijn. Ja, hij zal dat misschien wel geleerd hebben. Maar het is een speciaal karakter. Maar door dat speciaal karakter doet hij ook wel speciale dingen. Want de manier waarop hij terugvecht... Ik ben een ongelooflijk fan van hem. Hoewel, als journalist... hij zegt niet altijd veel en heeft een beetje Sagan gehalte. Maar hij doet dingen die gewoon de verbeelding tarten en die niemand anders zou doen, maar ook in positieve zin. Hè? Nee, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Zeker, het is echt een apart figuur. Ja. Zo maken ze er geen twee. Zo zijn er geen twee, wou ik zeggen. Ja. Nee, inderdaad. En die droge... Ik heb hem ooit moeten interviewen op zo'n persdag. Na een lang en slopend seizoen was er zo nog een meeting daar ook. Ik denk dat ook trouwens op een golfclub was. Ja, dat zou in Nederland. In de Duke, denk ik. Ja. En ik moest hem interviewen en echt waar... Die viel bijna in slaap tijdens het interview. En die excuseerde hem wel 3 keer, 4 keer. Van, ja, sorry, ik ben zo moe. Ik zou eigenlijk liefst in mijn bed willen liggen. Maar goed, hij heeft dat interview gedaan. Maar je zag echt, allee, ja. Het is al niet de meest spraakzame. Nee, zeker niet. Zeker niet. Al weet hij wel heel hard wat hij wilt. Hè? Dus... In een meeting kan hij wel gewoon zeggen van ik wil dit en dit en dit. En dan gebeurt het ook zo. Maar daar heb je in principe niet veel woorden voor nodig. Nee.
Want in het boek Het Plan valt mij dat ook op. Dat wordt daar natuurlijk heel mooi in verwerkt, maar zo heel af en toe zijn droge, rake opmerkingen. Hè. Dus zo één zinnetje. Ja, meestal wordt het hoofdstuk daarmee afgesloten. Zodat, en je schiet in de lach gewoon. Hè, hoe hij de dingen soms kan zeggen in zijn Engels. En dan op het einde altijd erachter. Ja, ja, je ziet het hem zo zeggen. Hè. Zeker, ja. Jullie hebben ook waarschijnlijk soms kreupel gelegen met de manier waarop hij dingen zegt. Of ja, one-liners. Ik heb nooit super, super veel mee. Ja, in 22 heb ik er redelijk wat mee gekoerst. Maar... tijdens de koers was hij wel heel gefocust. Nee, ik kan me herinneren, in de Vuelta van 21 was er een tijdrit. De laatste dag was in Santiago de Compostela een tijdrit. En ik zei zo van, goh, ik moest een tijdrit rijden. Maar ja, de Vuelta was al gewonnen eigenlijk. Hè. Hij stond 3,5 minuut voorsprong voor of zo, of 4 minuten voor. En ik zei van, goh, ik ben toch een beetje zenuwachtig. En toen pakte hij een Heineken en toen zei hij van, hier, drink maar een pintje dan. En ik dacht zo van, is hij nou serieus of zo? En je kunt er heel moeilijk, je gaat heel weinig vatten. En heb je het Heineken gedronken? Nee, dat kon ik een kreek niet over mijn hart. Dat ook niet. Heeft hij er eentje gedronken? Zou ik niet durven zeggen. Want ik zie er hem eigenlijk wel toe in staat. Ja, maar het is ook wel een professional, hoor. Ja, Primoz komt heel nonchalant over, maar die heeft... die heeft zijn boekje bij waaruit hij alles in opschrijft. Die laat niks aan toeval over. En wat schrijft hij dan op? Zijn bevindingen, denk ik. Ah, ja. Ik heb er nooit in gekeken, ik heb er nooit achter gevraagd. Ik heb het boekje ook nooit gezien. Ik heb het van horen zeggen, om zo te zeggen. Maar, ja. Nathan van Hooijdonk, witte kousen, oké. Ja. Nathan, je hebt nog een laatste voorwerp mee, hè? Ja, klopt. Dat is een krant. De Tijd. De Tijd. Niet Nieuwsblad. Nee, dat geeft niet. Er zijn 7 Bahamontessen, zijn hele collectie Bahamontessen ligt in de auto. En het Nieuwsblad leest hij ook wel af en toe, daar ben ik zeker van. Maar De Tijd, leg eens uit, dat is niet de krant die iedereen zomaar thuis in de bus krijgt. Hè. Dat is een beetje inderdaad. Een speciale krant. Dat is een beetje een speciale krant. Ik vind het een heel interessante krant, want er staan heel veel interessante dingen in. En dingen waar ik mezelf in interesseer en van probeer bij te leren. Ik vind, de actualiteit is één ding en daar probeer ik ook zo goed mogelijk van op de hoogte te zijn. Maar echt slimmer word ik daar niet van. En hier staan stukken in waar ik echt wel van bij leer. Laatst hadden ze een bijlage over vastgoed, over het aankopen, renoveren, nieuwbouw, alle dingen eigenlijk. En die heb ik van voor naar achter gelezen. Is het waar, ja? Die vind ik super interessant, ja, zeker weten. Het is een heel interessante sector, vind ik. En, deze krant schrijft de dingen die ik wil lezen, dus daarom... Is dat omdat je naar iets op zoek bent voor nu te gaan doen? Nee, ik heb mij daar eigenlijk altijd al in geïnteresseerd. Ik vind het wielrennen is leuk. En dat was mijn job. Maar ik vond altijd zo... Ja, Als ik ging trainen en ik zag appartementen te koop staan, dan wou ik weten hoeveel dat die kostte. En dan ging ik kijken, de prijs per vierkante meter ligt in deze dorp toch hoger dan in dat dorp. Open blik. Ja, inderdaad. Ik probeer ook zo in het leven te staan. En ik probeer ook nu niet te zeggen van ik wil dit, ik wil in de koers blijven. Want er is nog heel veel buiten de koers en ook heel veel leuke dingen buiten de koers. Er zijn ook heel veel dingen buiten de koers die mij helemaal niks zeggen. Maar dit vind ik heel interessant. Ook het stukje beleggen, dat ze altijd schrijven. Ja. Heb je aandelen, Nathan? Belegde zelf? Ja, dat vind ik ook... Ja, zo begin ik eigenlijk meestal met een dag met de marktmonitor open. En dan kijken wat de aandelen doen. Ja. Wat dat je 's nachts verloren of gewonnen hebt, dat bij wijze van spreken. Amerikaanse aandelen heb ik niet zoveel. Dus, maar meestal 9 uur gaat de markt open en dan begint alles te flikkeren. En dan begin ik te kijken. En bitcoins, dat is niet Nee, dat vind ik te risky. Ik moet iets kunnen hebben dat tastbaar is. En ik moet de koers-winstverhouding kunnen berekenen. En een... Ik moet kunnen zien hoeveel winst dat een bedrijf maakt. Ja. Niet, een bitcoin is... dat zweeft hier ergens. Ja. Een bank bijvoorbeeld, dat kun je naar binnen gaan en dat is daar. En je kunt zien, die hebben zoveel winst gemaakt dit jaar. Dat is... Ja.
Een beurstip voor onze luisteraars, Nathan? Nou, ja, nu gaat hij zeggen aandelen bij Visma kopen of zo. Nee, volgens mij zijn die niet beursgenoteerd. Ah, nee, okay, Visma. Maar dat heb ik geleerd van Alicia's grootvader. Ik probeer nooit te denken, wat kan ik eraan verdienen? Ah, ja. Ik probeer altijd te denken, wat kan ik eraan verliezen? Als ik ergens in investeer, dan probeer ik te denken. En dat is echt, alle credits gaan ervoor naar hem, want hij heeft mij dat aangeleerd. Ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in Van Lanschot Kempen. Dat is een bank, een Nederlandse bank. En die hebben een hele goede kaspositie. En ik kocht die een tijdje geleden. En ik dacht echt van ja, volgens mij kan ik hier niet aan verliezen. Die hebben een prima dividend. En ik hoef dat geld nog niet gelijk terug. Dus ik beleg hierin. En als je er zo in staat, dan kun je ook heel relaxed beleggen. Want als je inderdaad je eigen moet afvragen van goh, de beurs is nog open. Hey, ik heb in zo'n een of ander klein aandeeltje geïnvesteerd in Amerika of in een bitcoin. En wat gaat dat doen? Ja, ja, dan slaap ik niet meer lekker. En ik wil gewoon, nog lekker kunnen slapen. En, stabiele, goede aandelen. Ja, ja, en goede bedrijven, gezonde bedrijven die dat, die dat niet van vandaag op morgen failliet kunnen. Daar ben ik de grootste fan van, ja. Ik, Marc Sejant, onze koersprofessor, die vertelde altijd, en ik ben 99% zeker dat het over Adam Hansen ging, dat die, ofwel was het Henderson, een van hun ja, buitenlandse Australiërs, en die was eigenlijk ook continu bezig met bedrijfjes en zelf schoenen maken, maar dat dan ook echt een bedrijfje van maken en zo. Adam Hansen, denk ik, ja. Adam Hansen, hè? Ja. Ja, ja. En Marc Sejant zei van ja, die had zelfs een Ferrari, maar dat is niet van zijn loon van de koers, nee, dat is van inderdaad. Zijn bedrijfjes. Ja. Zijn er zo nog gasten in het wielrennen die wel de blik, want ik vind dat wel heel fascinerend dat je die blik open hebt, dat je nog met andere dingen bezig bent. Je denkt van ja, wielrennen, je bent daar 24 op 24, 7 op 7 mee bezig. Mm-hmm. Maar ja, blijkbaar zijn er dan toch ook renners die met andere dingen ook bezig zijn, waaronder jij. Zijn er nog zo? Ik denk dat Adam Hansen een heel intelligente man is, ja. Om daarmee te beginnen. Maar, maar ook een goede coureur, ja. En ik had vooral zoiets, als ik op mijn bed lig, dan kan ik oftewel Netflix kijken, wat ik soms ook deed, zeker weten. Ja. Maar ik kan ook af en toe een keer de tijd pakken en daar even doorbladeren. Ja. En, of dat er nog andere renners zijn die daar zo fel mee bezig zijn, dat weet ik niet. Maar niet ik, in de ploeg? In de ploeg niet echt, maar ik ga ervan uit van wel. Ik denk niet dat dit iets unieks is. Er zijn er steeds meer, hè? Dat zie je sowieso. Ja, hè? En ook zeker de renners die heel veel geld verdienen, ja, die laten zich er waarschijnlijk ook door bij staan. Hè? En, Hopelijk wel, want je wilt ze niet te eten geven. Nee, de ex-topsporters. Die, nee, die hebben dan waarschijnlijk een asset manager of zo. En, ja. Moesten ze hem niet hebben, moeten ze allemaal naar Van Lanschot Kempen, want die... voor zijn aandelen. Ja, slim gezien, jong. Verdorie zeg. Ja. Goed. Jonas, het is tijd om af te ronden. Het was ongelooflijk gezellig, maar vooral heel interessant. We hebben een heel fijne podcast gehad. Bedankt, Nathan. Alsjeblieft. Ja. Bedankt, Jonas. Graag gedaan. Ik kijk uit naar onze volgende stamcafé-koers en waar wij dan gaan belanden. Voilà, ik ook. Ik veronderstel dat het niet in een golfclub zal zijn. Maar, dat is interessant, maar iedere keer op andere plaatsen. Ik bedank onze productieploeg, want die doet dat helemaal fantastisch. Ik bedank het Nieuwsblad, ik bedank Bahamontes, jouw magazine. Maar vooral bedank ik jullie, kijker en luisteraar. Graag tot een volgende stamcafé-koers. Tot dan.